Staat. Ja. Ja, ik ben live. Ben we live. Ja, ja, ja. Oeh, allemaal stress. 50 min 50 gedeeld door 50 keer 50 is 50, zeg ik. Jits. Ja, 50 gedeeld door 50 is 1. Goeiedag, hem. Hier de bekendste Groningers van het noorden. Oh, dat klopt, dat is Groningen. Ja, ik heb hem even ververst. Op dit moment al 257 aan het kijken. 257 kijkers en we zijn nog niet begonnen. Toen de chat op live stond. Ik heb chat op live. Oh, kijk Patrick Goenders. Ik zie allemaal 50ers in de chat, Boran. Was de bedoeling? Is dat naaien? Geit. Vrouw Voeg. Vrouw Voeg begint ermee. En Martijn, Moesker en Henkie. 50, Emus 50, Emus, Emus, Emus 50. Ja. Pux, Emus 50, High Kill, Night Best. Hendrik, nog 17 jaar en dan pensioen. Yes! Oh, dat duurt nog wel even leuk. Nou, dan 50. Is die hele pensioen weg. Ja, we moeten gewoon deur, jongens. Mooi, even gefeliciteerd nog even, zegt Magic Earths. Ja, dankjewel, hè. Ja, zullen we hem een hartelijk gefeliciteerd rondje doen? Kunnen we even een Noorden-intro? Mag ook. Maar dan gaan we dan even officieel... nou, ga je voor mij zingen dan? Ja, ik ga voor jou zingen. Laat maar dan. Ik probeer toch altijd mijn best te doen. Ja, klopt, hè. Jongens, we gaan direct de intro doen. Gewoon liggen. Ja, ja hoor. Tip en één muzikoosjong aan het stream. Met de Legend 06 en de Jelle Day speaker. Farming Simulator op de zondag om. Overtouw door de week. Joh, het is versloomd. Gas, gas, mion. Gas, gas, mion. Ja, 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 ja. En ik zie Klaas Martin Wieringen in de chat. Ja, Klaas Martin Wieringen. Klaas, jongen, dankjewel. Jij hebt in de reacties gezegd van, Emus is Jorre, gewoon er maar in. En ja hoor, ze waren er. Expeditie Grun hier zo bij me thuis. Nou. Dikke shout-out voor Klaas Martin Wieringen. Ja, zo. Dikke hype voor Klaas Martin Wieringen, wil ik wel even zeggen, want... Ja, hij had het regeld. Dus hartstikke goed, Klaas. Martin, weer gaan. Maar 50, ja. Ja. Voelde dat ook anders? Nou, ja, soms. Maar soms smuts. Nou, ik vermogen... Ja? Begon er al, had ik hem nog niet eens in. Ja. Kan niet. Nee, valt goed. Is wel te doen. Ja. Maar ik zie allemaal gefeliciteerd. Dankjewel, Ingrid van Ingrid Keramiek. Ja. Geen schuldeltje geliek. Ingrid's Keramiek is geen schuldeltje geliek. Dankjewel, Ingrid. Is geen schuldeltje. En iedereen, dankjewel, jongens. 50 wordt mooier met een... Pascal, zou hem, joh! Mooi, Emus, gefeliciteerd. Abraham, dat verdient 50 euro voor een 50-jarige. Oh, yeah, dikke hype. Kiln, gefeliciteerd. En ik ga er nog even verder lezen. Emus, heel hartelijk gefeliciteerd. Petter de superchatter, hè? Gefeliciteerd, Emus 50. Het broek allemaal leden, jongens. Vindt Greet nu ook dat ze een all kill hebben? Jammer, Kams. Jammer, waarom? Pux is ook even muziek, 50 high kill. Eigenlijk de Dumkes. We hebben al 470 kijkers. Ik ben nog maar 4 minuten naar Henk. Ja, Bas Hazenberg die zegt ook gefeliciteerd namens Jos, Klaske, Bas en Jurre. Oh, leuk. Nou, Kobus, zeg maar even voor mij. Ja. Gefeliciteerd. Oh, wat zijn we blij voor Emus. Gefeliciteerd. Er was er een jarig en dat was hij. Er is alweer een jaar voorbij. Nooit. Ja, dat zou het mij maken. Mooi Emus, gefeliciteerd Abraham, dat ja. Verdient, liggend streepje Emus lol, euro voor een, liggend streepje Emus lol, jarige feestend gezicht, verjaardagstaart, cake, cupcake, bierglazen, bier, confetti, party, popper, sterretje, vuurwerk, rotje, medaille, eerste plaats. Dank je wel, Pascal, jongen. Topper, dank je wel. Dikke hype, jongen. Kill. Nou,
Heiter. Gefeliciteerd, Emus. Gefeliciteerd, Peter. Voor 25 jaar levenservaring, koop er maar wat leuks van Party Popper. Party Popper, feest in het gezicht, feest in het gezicht. Dankjewel, Haap, jongen. Fabens, topper. 25 jaar levenservaring, zo is het toch. Ik ben er nog maar net 25 geworden, Haap, zo, dat is helemaal goed. Hartstikke goed. Dankjewel, Greet, dankjewel. Hè. Super, super. Mooi, jongen. Hype. Ja. Gefeliciteerd, Bart Hype. En dat zijn de speaker en 06. Die ben er niet bij. Ik heb ze vrijdag om dat ik feestje had. Toen waren ze er wel. Ik zei, nou, het hoeft niet heel de weekend. Klopt. Nee, flauwkul. Peter, nee. Mark, die zet ook nog even als lid. Peter van Atten met je 50 jaar ervaring. Oh, het Bucks doet een superchat! Komt er zo aan. En het leven, wat het mooiste wat je hebt meegemaakt. Emus, wat is het mooiste wat je hebt meegemaakt? Nou, ik weet het. Mijn vrouw, de trouwdag. En natuurlijk die bij de jongen. De vrouw en de kinders. Zo, dat was even En dan tactisch. Kom ik, denk ik. En dan hult hij niks. Ja. En dan Kees. Kees? Wie is dat? Kees en Steyer. Oh. En dan The Legend. En dan een Jelle de Speaker. Superchat! Jammer. Nee, wel omdenken straks met cake dat je op tijd het rotje uitblaast. Anders wordt niet veel verder als 50 gek gezicht. Boxing party, popper, confetti, waarschuwing, feestend gezicht. Duim omhoog, lichte huidskleur, spierballen, lichte huidskleur, knipoogend gezicht. Dankjewel, Pugs. Dankjewel. Maarten. Nee, Ko, du bist een heel groot deel van mijn leven, Ko. Liefde. Ja, zelfs op Ameland. Hè? Ja, zelfs kan op Ameland. Kan dat zijn uiting? Ja. Wat voor Jan. Labeltje Jan op dit. Oh, nee, best. Nou, best. Dat moet je allemaal vertellen. Dat ging nou in één keer 100 meer met. Ja. Jelte doet 2 euro. Hé, Mies van Hart hier een klein cadeautje. Dankjewel, Jelte. Live, Jelte. Toppers. Hoi. Van harte op naar de volgende 50. Ik teken de verlating, absoluut, absoluut. Zeker, Mil. Gaan jullie nog gas geven, zeker maar? Nee, ik ben nou toch al een dag wel een beetje om denk. We moeten hem rustig aan beginnen, want nog even, dan komt de rollator eerst naar mijn hoek, zeg. Ik ken nou zeggen van vroeger, jongens, vroeger. Daar waren pas 10. Hoi, Kiel. Ach, jonkje. 50-50, hype, zeg verder aan, maar. Yes. Jongens. Oh, Superchat! Een bus van harte hier, één klein cadeautje. Dankjewel, jongen. Wat zeer gewaardeerd. Hartstikke leuk, jongen. Hebben we de intro al wat? Ja, ik heb nog een keer. Als je 50 bent, ben je ook denk ik vergeten. Nee, zo'n intro. Zo'n intro. Hebben ze feest in je verjaardag? Hebben ze ook wat geflikt met de pop? Nee. Nou, ik zou vertellen. Wij hadden een feestje bij mijn vader in de stal. Dat was een leuk plekje, vond ik, dacht ik. Ja. En onderweg daar naartoe hoefde je niet op de navigatie te kijken. Je kon gewoon posters volgen. Hoe kan dit? Wat is dat verduntje? Wat doe ik? Nee, dat is van de verkeerde, goede per se. Oh. Nee, ik kon via de posters zo naar Paamoer in. Ja? Heel vreemd, Ko. Wie? Ko. Ja, Bella da Doorn. Ko? Ah, Michel Bakker doet een superchat! Vanavond feest je verjaardag, Michel. Dankjewel, jongen. Topper! Nee, er was iemand. Ja. Ik denk KS uit N, maar dat moest me niet op vastbinden. Ja, Koos Jatten uit. Waar komt hij voor? Noorden. Ken. maar die was donderdag om een eindje aan het rijden. Dat heb ik die beltje. Ja. Oh ja, dat kon Ken daar kenst u ook niet weten dan. Nee, ik ging hem naar de boerderij. Ik heb allemaal ringdeurbelden bij langs West. Ja. En er was ergens iets met een vart. Die reed overal. Stopte steeds. Ja. En ze wisten niet meer, met de bus wisten ze ook niet meer hoe laat ze kwamen. Maar er zat een sticker overheen. Ja. Poster. Oh, posters. En die designer van die poster, hè. Oh, als ik die te pakken kreeg, jongen. Ja, maar die is nog heel goed. Deze poster, deze, is gemaakt door iemand die zit nou, is onderweg naar huis. Maar hij staat in China. Maar is me goed ook. Hij had nog beter kunnen blijven, heb ik gehoord. Ja. Ik pak hem nog wel, hoor. Kom maar goed. Grips hem. Maar die is ook 50, hè?
Ja, die zijn. Nooit. Van harte gefeliciteerd met je vierjaardag. Vierjaardag, dankjewel, Michel Bakker. 11 euro superchat. Topper, jongen. Oh. Hey, wie is er in de chat? Oh, wacht J-J. De designer. Ja, op belusten. Hé, hey, Muus, ik ben wel koffie aan het drinken, maar wat is het gebak? Ja, de tweede ronde, hè? Ja, we moeten eerst hem de keel smeren en dan kan het stroeven er weer doorheen. Ja, ik doe nog even chat, maar dat is wel mooi om te lezen. Beste Peter, van harte gefeliciteerd met je verjaardag en hopelijk nog veel streamjaren erbij. Ja, zo is het dan. Gaan we doen. Hartstikke mooi, dankjewel. Gefeliciteerd aan Muus en Christian, LX3. Boer Damian, ik heb een stuur van de Trailblazer. Ik kan merken met 50 euro weer goed. Mooi man, topper. Hebben ze die posters in China gemaakt? Ja, dat was goedkoper, dus jij hebt ze een paar opgehold. Ja, zo is het. Ja. Gebak hier al in huis holt, zegt je luisteraar. Kijk, mooi werk. Pro-player zegt Expeditie Grun. Ja, dat moet je mee zien, jongens. Elk heel uur kun je zien dat wij erin zitten. Ook namens de familie Renkema nog van harte gefeliciteerd, Emus. Welke familie? Oh ja, ik zie het. Ja, een goeie dag heb. Ja, ook wordt met mijn... Waar gebeurt is dit? Waar gebeurt hier? In de gloria, in de gloria. Hip in de piek, hoera! Hip in de piek, hoera! Hip in de piek, hoera! Kijk me op. Kijk me op, hou die er maar op in. Hip in de andere twee al. Doe hem hierin. Ja, druk hem er maar op in, Mil. Nee, die moet ik hem aan. Oh, er komt twee rare snuiters zomaar in de studio. Ik ben overal op voorbereid, Neil. Ik heb batterij met nog. Oh. Ja. Hey, ik doe alles aan, ik zie wel. Ja, doe alles maar aan. Dat zijn ze toen niet vermukt in gereed? Nee, nog niet. Doe maar even, nog een stekker over, toch? Oh, dit is niet best, jongens. Doe maar in de hoek, in die ekker. Doe maar even, doe maar even. Ja, dit is een speciaal uitvoering. Wat is dit, jongens? Ik weet er wat van. Gelukkig. Nee, toch? Wat is dit dan, Mieke? En wordt hij niet koud? Oh. Als het goed is, zit hij er nou in. Waarom hoor ik niks? Hallo? Het is een beetje chaos, maar de uitwerking wordt heel mooi. Ja, bij mijn holle zakken, ja. Waarom doet dat het niet? Hallo? Oh, wacht even. Nee, nog niet. Goeie dag, scholen. Ja, we maken het moeilijk. Deze doet het wel. Die doet het wel. Ja. Nou, goeiedag even, zeg maar. Goeiedag even. Ja, wij hebben het correct wel gehoord dat je hem zijn daar toezegt van... ik ben blij dat ik ze niet het hele weekend om me heen heb. Nou, dat is wel mooi vergeten. En eigenlijk moeten we die Coach Short nog met hem draaien worden geven. Met zijn die andere twee halen. Even voor Dirk Bosje. Dit ben die andere twee halen. Ja, precies. En wij breken gewoon hem in. Ja. Ja. Moest eens even kijken, Mio. Ik heb een USB-stickje in de hand. Ja. En die ga je toen even in de computer doen. En die ga je toen gewoon hem live even afspelen. Dan doe ik natuurlijk van, wij gewoon hem lekker farmen vernoemd. Tuurlijk. Ja, Koen was ook al bloedfanatiek. Die wil farmen. Joh. Maar die weet er wel veel meer van. Wij komen wezenlijk stil. Hold die maar in wezenlijk stil. Dus dit is een video. Ja. Dat is een video. En die keer toen vast wel even in beeld. Jawel. Peter de Vries, welkom jongen. Mooi dat je erbij bent, Peter. En dan moeten we even kijken, even voor alle kijkers die er nou ben. Niet schrikken, er gewoon geen vieze plooitjes en zo voorbij komen. Valt het wel weg. Maar, Die, hè? Ja, die. Maar één wachten met lid worden, met donaties en met reacties. Gewoon even rustig blijven zitten. En even kijken. Zullen we dat doen? Doen we dat eerst even. En dan staan we Er was er één jarig hoera, dat kun je wel zien, dat is Emus, dat vinden we allemaal zo prettig, ja, en daarom zingen wij blij, hij leven lang, hoera, hij leven lang, hoera, hij leven lang, hoera. Gefeliciteerd Emus GR1455. Dankjewel, 14, voor je tip. Super.
Ja, en Peter, ik hoorde dat net nog even, dat toen vanmorgen wat opstartproblemen had. Heeft er nou zoveel last van, dat is de 50 jaar in twee dorpen best? Nou ja, het begint, hè, het begint. Het moet ergens beginnen. Moet ik hem starten? Ja. Zullen we dat doen? Ja, dan moet ik even zien. Ja. Want er wordt niks geclaimd, hè? Nee. Oké. Okay. Zit geen copyrights in helemaal niks. Ik ga ook even kijken of het. We hebben op de dansvloer met wat. Hoi! Hij is natuurlijk al wat lekkers gehad van de maatschap, maar wij wilden daar ook nog graag even een blijvende herinnering aanbieden. Dus ik zal zeggen, ga er lekker voor zitten en kijk, luister, huiver en geniet. Dus, papa is al 50. Ja, jongens. Papa is al 50, dus daarom van harte gefeliciteerd. En ook van ons. Succes met de stream. Succes. Mooi, Peter. Van harte gefeliciteerd met uw 50ste verjaardag. Ik zal zeggen, geniet van uw dag. En ja, de rest van de familie natuurlijk ook van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van samen met vrienden en familie. En we spreken elkaar. Mooi, mooi. Van harte gefeliciteerd met je 50ste verjaardag en dat je nog heel wat jaartjes mee mag gaan. Ik wens jou een fijne dag toe en ik zal zeggen, mooi. Mooi, hé Muske. Van harte gefeliciteerd met je 50-jarig jubileum. Dat is nou een officieel een halve eeuw. En op naar de volgende halve eeuw. En een hele fijne dag vandoor. Hey Muus. Van harte gefeliciteerd, mijn jongen. 50 jaar. Dat is een heel eind. Ja, knap door, mijn jongen. Hey, Peter. Gefeliciteerd met die 50ste verjaardag, hè. Maak er een mooie avond van. En de groeten van Ameland. Mooi. Ja, hij hand. Proost, hè. Voor proosten we eigenlijk wel. Ja, Emus is jorig. Emus is jorig? Ja. Hou op, worden dan. Ja, we worden 50. 50? Emus, van harte gefeliciteerd met die verjaardag. Hey Emus, gefeliciteerd hè. Nog veel jaren. En gas, komt hoor. Wij proosten er vast op. Proost. Proost. Hoe ouder, hoe gekker, zeg je wel eens. Ik denk dat daar wel een kern van waarheid in zit. Peter, van harte gefeliciteerd met je 50ste verjaardag. Mooi, Peter hier. Vanuit Studio Peter, petje af. 50. Topper. Ik hoop dat je een machtig mooie dag hebt. En ik hoop dat je er nog heel wat jaartjes bij krijgt. 50 erbij, om mijn part. Ik hoop dat ik het zelf mee mag maken. Maak er wat moois van. Fijne verjaardag. En wie weet, tot gauw. Yo. Peter, ik ben van harte gefeliciteerd met je 50ste verjaardag. Ze zeggen dat je nou Abraham bent of weet waar hij de mosterd haalt. Ik heb geen idee. Jij weet hoe het voelt. Bij mij zal het wel even duren voor het zover is. Dus als je nog wijze tips en les hebt, dan hoor ik het wel. In ieder geval van harte gefeliciteerd. Ik wens je veel goeds voor nu en voor in de toekomst. We spreken elkaar weer gauw. Hey Peter, volle neef. Van harte gefeliciteerd met zijn 50ste verjaardag. Dan gaat de tijd toch raar, hè. Heel veel plezier vanavond. En als je dit nou leuk vindt, laat het vooral even weten. En er komen vast nog meer filmpjes, dus... Blijf vooral kijken. 50 jaar. Nou, zo oud wordt een zwien uit. Hey Eetmuus, gefeliciteerd met die 50ste verjaardag. Mooi. Hey Peter, van harte gefeliciteerd. Mooi.
Muus. Waardoor ik nou 50 jaar van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat ze een mooie dag heeft. En natuurlijk, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Muus. Happy birthday to you. Mooi. Ik heb geen idee wat ze zijn, maar doe eens 50 worden. Gefeliciteerd, kerel. En maak er wat moois van. Mooi. Hey, Muus. Goeiedag, hem. Nou, zie je wel. Ik kom correct van de chandelle af. Ik heb mijn warme kleren er nog bij aan. Maar ik moest eerst even met de rest even mijn filmpje opnemen. Uit ervaring kan ik zeggen, het doet echt niet zeer hè, dat je nou 50 geworden bent. Dus dat ga je vast allemaal wel goed komen. En namens de hele familie speaker zeggen wij van harte gefeliciteerd. Mooi. Emus, gefeliciteerd met die verjaardag, meel. 50 jaar, wat alweer een mijlpaal. Ik hoop dat we in de aankomende 50 jaar nog veel meer mijlpalen mogen horen. Ik wens je namens ook de hele familie Schatten nogmaals van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd, Peter. Van harte gefeliciteerd, Peter Emus. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Peter. Een goede raadsvergadering, hè? Ja. Ik ben anders, want je bent een beetje bekend van de bruidsparen en de 100-jarigen en zo. Ja. Toen kwam ik net even tegen dat van de week is Emus 50 geworden. 50, ja. 50. Ja. Klaar. Maar jij kent hem? Ik ken hem, ja. Peter Emus. Peter Emus. Ja, en, die is 50 maar. Ga je naar zijn feest? Of, Ja. Want ik zit er even mee, 50-jarig, ik ben er niet zo van, maar Peter Emus is wel een bijzondere volgens mij. Die doet... Ja, dan bijzonder, ja. Hij heeft een YouTube-kanaal, ja. En wat doet hij daar? Farming Simulator. Was het inderdaad. Ja. Peter Evenhuis, 50 jaar. Felicitaties van mij, burgemeester Art van natuurlijk van de gemeente Westerkwartier. Heb een hele mooie dag, geniet ervan. Ja, en ik zou zeggen in de tegenwoordige tijd gewoon 50 jaar erbij, toch? Ja. Met gemak. Ja, minimaal. Hou vol, hè. Gefeliciteerd, Muus. Goeiedag, hè. Hoi. Ja, zoals elke week komt er aan iedere livestream ook weer een heerne. En datzelfde geldt ook voor dit filmpje. Maar zoals bijna iedere week het geval is, moet er hier bij het filmpje natuurlijk ook één de laatste weten. Hey, Muus. Hier het Volkmuseum. Wie deze weg wil je Geert van harte feliciteren met zijn 50ste verjaardag. En tapes veel plezier wensen met een vele grote zwikjes met openbaar vervoer, want volgens mij mag dat nou ook. Tevens hoop ik dat de mensen nog 50 jaar bieker is en dat we nog vele jaren kunnen genieten van die farmingavonturen. Mooi. Nou, we zijn aan de einde gekomen van het filmpje. Ik hoop dat je het hartstikke leuk vond. En natuurlijk wil ik namens de maatschap iedereen bedanken voor de leuke, mooie bijdragers die we in dit filmpje hebben mogen verwerken. En misschien, als je ooit eens oud bent en in bejaardentehuis zit of in wat voor tehuis dan ook, dat is nog eens met plezier naar dit filmpje terugkijken kist. Emus, nog vele jaren. Nou jongens. Ja, ongelooflijk. Eigenlijk ben je stil van, eerlijk gezegd. Dat was de bedoeling, hoor. Want, kerst dat nou, ben je met? Jeetje. Echt prachtig, jongens. Dank jullie wel. Ook iedereen ook eigenlijk, hè, zo'n beetje. Bijna wel, ja. Ja. Goh, ja. Echt leuk. Nou, ik hoop dat dat is wat met kerst. Ja, dat... Dit is ook weer al één om in de boekjes te doen, hè? Ja, fantastisch. Hij is vereeuwigd op het moment, hè? Ja, hij is inmiddels vereeuwigd, ja. Dus, ja. Nou, jongens. Nou, enorme dank aan Annemiek voor het monteren. Oh, Annemiek, ja? Ja, okay. Annemiek die had het monteerd. Dikke shout-out voor Jelle voor het idee. Speaker die had het bedacht en het meeste regelt. Nou, en die echt, andere halve van die andere halve twee, die had gewoon helemaal niks nog. Hey, jongens...
Petjaaf, jongens. Echt hoor, fantastisch. Dikke hype. Voor super, jongens. Dikke hype voor elk en iedereen. En Jelle en Legend, iedereen. Dankjewel, jongens. Echt. Hartstikke leuk. Ja, toch? Mooi, toch? Ik bloos ervan. Hai. Ja, en ook dat iedereen zo mooi meedeed. Ja. En al die mooie ideeën die ze ingestuurd hebben. Machtig, machtig, machtig. Haha. Ja. Ja, koffie. Voor een schreet. Anders had je om 8:30 nog 2 keer weg vol mee, maar vanochtend niet. Hem de computers met nou maar niet. Nee. Ze waren op Fiona voorzien. Ja. Dat moet nog weten zeggen. Nee, maar die toch? Oh. Nee, wij komen hem koffie drinken en dik vreten. Dat doe je hem ook altijd op zondag om. Nou, blijf even lekker zitten, jongens. Dank je wel, thee en cake. Nou, dat had ik niet verwacht. Nou, nee, want toen had ik natuurlijk gedacht van vrijdagmorgen, dan ben ik de lul. Dan staan ze net als bij Jelle, staan ze met allemaal muziek en zo voor de deur en grote poppen hier in de straat. Ja, ja. We hebben gewoon gedacht, dat gaan we lekker niet doen. We doen het lekker gewoon lekker doen. Anders. Ja, we doen het gewoon anders. Hè? Ja, heel mooi bedacht. Vandoor dat de flexnoer ook nodig was, zeker. Ja. Ja. Ja, jongens. Nee, echt... Dank jullie wel, mensen. Maar als je hem zo'n beetje deur zet, dan blijft er ook nog wat geld op rekening staan. Dus, ja, 103 verder. Ga je maar. Gewoon mag niet onnodig investeren. Nee. Koos al net in de deur staat, een beetje. Dus ik weet niet. Dit voldoet wel. Ja, niet te veel beweging, wil zeggen. Nee, klopt. Dit ging hem mooi. Ja, echt hoor. Ik hij is een beetje van apropos. Een beetje... Dat was de bedoeling ook, hè? Ja, dit was echt een uit boekje, Jelle. 100%. Je kreeg hem niet zo gauw stil, maar het is dan een keer lukt. Zo. Ja, hi. Hoi. Zal ik nog hem zijn gewoon, of komen we vandoor niks meer aan toe? Kom maar zijn, wie zijn, zal ook zijn. Ik... moet nog even, maar ik had even gedempt de audio natuurlijk, want... Oh. Voor hetzelfde. Maar we gaan nog even relaunchen. Rijtse de Jong. Deed nog even een superchat. Bij deze. Dankjewel. Superchat! Superchat! Gefeliciteerd Eemhus Bierglazen Partypopper, Bierglazen Partypopper. Dankjewel Rijtse. En Bo Dijkman en Petter. Oh, allemaal superchats. Echt, wie heb ik allemaal gezien in de filmpjes? Dat is een goeie. Ramon. Het begon met Jelle. Toen vrij snel Ramon als eerste. Ja. Van Tuinen. Ja. En Cornello. En Hekman. Ja. Bezevits. Rick. Teun. En Jeroen. Ja. Fort Museum. De burgemeester, Voegje en de vrouw. Wie stond nog de burgemeester? Dat ben ik kwijt. Ik maar waar begon het filmpje nou met dan? Ja, met mij. En wie nog meer dan? Met die. En toen? Ja. Vrouw en kinders. Oh. Ik zal net zeggen, doe ik niet geen koffie meer. Nu krijg je Emu stil. Nou... Zo dus, prachtig ja. Mooi filmpje. Prachtig. En Petter, ook bedankt voor je medewerking, jongen. Nooit. Ja, dat zou het mij maken. Feestend gezicht, toets 5, toets 0, feestend gezicht, Emus. Wat een prachtig feest en cadeau als we dat ze mogen geloven. Boeket tractor op naar nog mooie vele jaren. En volgens mij hebben we je nog nooit zo stil gezien. Knipoogend gezicht, groetjes, Oetle en Bootje. Eemhus, nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag en nog vele jaren. Namens het hele team van Zuilen Gaming. Dankjewel, Albert. Superchat! Superchat! En Bootje. Van harte gefeliciteerd, Peter. En Mulder. Klaas Mulder. Klaas Mulder, Mulder Racing. Ja, jong, ook erbij. Bootje van Oetloijs. En van Zuilen en Petter, dankjewel, jongens.
Ja hoor. Ja, wie hebben we nog meer? Sikkema's hebben we ook ja, nog. Ja, de Sikkema's. De Sikkema's, hartstikke leuk. Ingrid Kermiek met de hebben we natuurlijk ja, nog. Maar die had drank, dus die was maar heel kort. Ja, ja. Nee, maar hartstikke geweld. Oh, wacht, was dat deze Ingrid? Die Ingrid Kermiek is geen schuldje geliek. Ja, die. Mooi. Nee, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Had ik niet verwacht. Ik had een vermoeden, maar Greet deed een beetje geheimzinnig. Ja, ik weet het niet zeker, maar doe haast van de week een foto ergens van Utebosrand. Zag ik iets voorbij komen? Zag je toen ergens te eten? Klopt ja, dat? Ja, dat klopt. En eten? Ja, ja haast toen een etentje of wat haast toen om cursus? Weet ik veel was toen haast? Ja. En volgens mij kreeg ik op die avond kreeg ik het filmpje hier weg. Dus ik had zo'n idee van, hij is voor te eten en ze hebben hem even opgenomen. Ja, ik ben een nachtje weg geweest. Ik had tweedaagse cursus. Dus Blitz. Toen, dus we hadden alle tijd. Nou kijk, kwam dat even mooi uit. Dat kwam mooi uit, ja. Dat kwam heel mooi uit. Ja, en mooi dat ook niemand wat zei had. Dat is nee. Nee, dat het mooi stilbleef mis. En Christian was er natuurlijk ook in. Ja, maar ja, goed, ik probeer het allemaal op te noemen, maar het kwam toch een heel eind. Een keer beter niet doen, maar dan vergeet je er altijd van. Ja, dat is heel slecht. Maar, hey, Legend. Is hier ook nog ergens een bemester of niet? Nou, ja. Ja. Ik heb me niet sleep lang. Nee! Super Superchat! 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 Nog vanuit de feestdag, je verjaardag even een mooi filmpje van de hele stichting. Ja, fantastisch. Fantastisch. Die gewoon ik ook in alle rust meteen nog even weer terugkijk. Leuk, leuk, leuk. Ja, wij ook. En vooral vrouwen en kinderen, dat is eigenlijk nog. Ja, dat je die vergeet. Ja, maar dat ze dat toch even zo doen, en vind ik wel hartstikke mooi. Ja. Maar wij hebben ook namelijk een filmpje gemaakt voor een trouwerij van ergens een zwager van ons. En daar hebben we toch wel heel lang over gedaan om dat goed te krijgen. Dus ik weet niet hoe deze filmpje gelukt is, maar... Wij waren 4 weken van de veur en hebben wij het al aanvraagd. Oh, dus, ja. Ja. Repeteerd en... Ik denk dat er overal opnames ben. Er was er één die stille filmpje. Ik wil die andere opnames ook graag hebben zien. Padde! Oh ja, meneer Remus was er ook natuurlijk bij. Ja, er was er één Emus die een hele goede generale Daan had. Ja. En de uiteindelijke uitvoering de telefoon wel in de goede stand Daan had. Oh niet, Jan. Ja, wel. Nooit. Ja, dat zou het mij maken. Nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Emus. Mooi filmpje van de hele stichting, haha. Feliciteert Emma T. Dien 50ste verjaardag hierbij een kleinigheid van Moeke Ansing en Roy. Nah, jongens, dankjewel Wilbert Hoorn en donor Roy Dijkstra. Super jongens, super. Dank u, dank u. Ik kreeg een kop met niks. Ja? Ja, met een beschuitje. Een dreug beschuitje? Dat was niet te verbieden. Oh, dan lust het maar. Ik lust het meer. Ja. Oh, dit is geweldig. Stefan Vijver van der doet 11 en ik de supertje. Hier een bijdrage voor de rijbewijs. Nu je 18 bent. Kijk. Oh, dankjewel, Greg. Oh, hey, dit voor... Ja, dit is even Koek van Eiken Day volgens mij. Ja. Oh, geweldig. Het zijn daar ook al op aan zo'n zet inmiddels. Ja. Nou, ik weet wel. De bakkers en de slagers hier in omtrek hebben goede zorg genomen omtrent mijn verjaardag. Het was hoor, zijn tweede kersteditie, of nee? Helemaal vleesmensen gekregen. Ja, dit lukt je stukje durst niet eens zien te laten, maar wel. Jawel. Boven de camera, oh door. Dit was een stukje van een hele grote pop. Moeten wij die van ons ook hebben? Ja, dat moet je even puzzelen. Dit is een puzzel. Die aardig groot. Ja. Ja, ik moet niet super chat. Nooit. Ja, dat zou het mij maken.
Hier een bijdrage voor het rijbewijs wijs nu je 18 bent geworden. Dankjewel, Stefan Vijver. Hartstikke goed. Ik ga met een rijbewijs beginnen. Oh ja, JJ was er natuurlijk ook in. En die zegt, voor de rest zag Mr. Gauw, Kiki, Erin, u Turkije en mij en nog een uit China. Nog een uit China? Niet hou. Dat is toch wel mooi, hè? Die techniek van tegenwoordig, hè? Ja. Want ik heb het... wanneer hebben we dit opzet, jongens? Anderhalf week geleden, ongeveer. Ja. En toen zei JJ al van... nou, ik ga me thuis niet zo drak mee maken. Ik maak er wel een Chinees filmpje van. Ja, precies. Hè? Dus hij had het ook echt in China, had hij het opgenomen, zeg ja, maar. Ja, ja. En toch op tijd met de postdoof hier, hè? Ja, met een WhatsApp-doof, denk ik. En Ko had dus eerst ook Chinese versie, maar die had hem over het water. Ja. Ja, dat klopt. Dat jij niet over het water. Nee, oh, legend. Engere, die had hem over het water. Die had een filmpje opgenomen. Oh, moest mij niet de schuld in de schoen schuiven. Nou, super geslaagd. Hartstikke mooi. Ben je gewoon hem dik vreten, lekker dan niet? Ja. Door de jongen ook altijd. Ja, nou, oh ja, door hem ben je hem hier vanzelf. Door hem ben die stukje zo kleiner worden. Ze ben gewoon in de midden. Waarom gaan we verdeeld worden? Nou. Hoe vraag je daar? Poezevulletje. Hey, legend. Ik koop bij mijn bemester. Oh, nee. Ja, ik moet. Anders ploeg ik al de graslaan op. Maar goed, niet hem. Oh, jongens. Wat een verrassing. Oh, ik kan... Ja? Ja, en anders als dit bijkomt, moest dan start hem gewoon nog een keer in, toch? Ja. 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 Maar dat kan doen. Op dit moment 650 kijkers op dit. Ja. Zullen we zo in mijn rondje doen? Dat kan. 262 dunkers. Nou, 300. Hoppakee. Zal deze achter die Venus willen? Koop. Zo. Proberen. Schout naar een Venus, jongen. De beste combi ever. Huren, daar komt niet naar je toe, hè? Nee, nee. Ja, ja, ja. Ja, die, die 103... En dan ik zo doen een supercharge! 5 pond! Gefeliciteerd, Emus. Ze hebben hem mooi te pakken uit. Nou, dat wil ik maar zeggen. Legend, die 123 is al halveerd, mijn jong. Ja. 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 Hier kunnen we niet een bio blaven. Nee, plastic zit er nog niet eens op. Nee. Die bio. Is die bubbel aan, hè? Nee. Ja, die is 100%. Ja? Ja. Maar alles voor een goede bemesting, hè? Ik ben op dit moment alles op 19 side legend. Wel mais, hè? Ja, mais, want die bio, kijk, als je zulke uitgevers doet, dan moet je wel weer mais erin rammen, hè? Ja, ja. Arrheid, hè, met die Duits. Ja, dit gaat maar raar. De dingen alleen nog een draaicirkel van Jan en... Nou, ja, net hoe je eraan rukken. Aanstuur dus, hè? Ja, nee. Ja, ja. Superchat! Gefeliciteerd, Emus. Ze hem alweer mooi te pakken had. Dat wil ik maar zeggen, Gert-Jan. Dankjewel. En wat vond je hem, Jelle en 06, van de expeditie-aflevens? Ja, niks mis meer. Dat item de veur aan, dat vond ik ook prachtig. Ja! Ja! Ja. Ja. Van de bips. Er was helemaal niks mis met. Ik denk dat wat Kiek Derke vergrelde ook, maar dat kwam door. Ja, hij moest verder. Dat was een hele andere billenkoek. Ja. Ja, een beetje jammer van Ko, maar ja, goed. Wat? Van die andere halve, twee halve. Oh, omdat ik je... Ja. Nou, ik zou vertellen, dan komen ze hier en dan... Ja, dan moet je maar net allemaal even alles oprooten wat je zeggen wilt, hè? Dat valt ook nog niet eens mee. Ja, ik bedoel, als je iets navertelt moet en je vergeet je vrouw en kinderen, dan... ja. Nee, ja. Ja, maar jullie namen zijn vaak genoemd, ja, jongens, hoor. Ja, ja hoor.
Maar dat geef ik niks. Er stond nog in de aftiteling, zei ik. Dus, oh. Ja, die andere twee album. Dat is net zo. Ja, en door Noordston, dat was een idee van Rob Mulder. Ja. Ja. Ik mag jou niet leiden, hè, Buus. Oh, jij met je koffie. Ja. Guido van Eyck, dankjewel, jongen. Jelle, welke stukken hast u maaid les door? Bij de boerderij. Ja, door Noord. Veur en Achterhuis en zo door. Allemaal Veur en Achterhuis. En dan waren er nog twee stukken grasland. Klopt. 71, 64, iets in die geest. Mag ik hier wel even maar boven. Maar houden. Gewoon maar een rondje rijden, jongen. Dan kun je ook een beetje tot rust komen. Maar dat is nog niet opruimd, denk ik, Ko. Nee, dat die denk ik. Bij huis wel. Veur en Achterhuis is opruimd. Klopt. Hey, Muus, ik ben over twee dagen jorig. Abbo Damian, vast feliciteren, jongen. Oh, wat zegt Stream Elements? Beoshop.nl. Ja. Hi, Kiel. Nee, maar Hummel en vrouw Voekje waren ook keurig in uniform. Een machtig, toch? Ja, die is toch leuk? Dat is echt vrouw Voeg, hè? Ja, schitterend. Hier achter u ook, hier noost u ook zeker? Ja. Ja, dat kampke. En als kampke. Er rechtsaf gijst over de weg heen. Oh ja. Dat is ook kloor. Aukje. Meneer JB die zegt zelfs, yo, gefeliciteerd hè, Muus. Dankjewel, jongen. Op dit moment 638 aan het kieken. Ik zal nog even kieken of wij inmiddels de 300 al gepasseerd zijn, Muus. Maar... 298 duimpjes. Oh, bijna dus. Ik heb ook nog niet op de duim gedrukt. Oh, ik wil hem op die duim. Nee, Annemieke heeft mijn telefoon. Dus ik kan ook niet op de duim drukken. Radio de Bruine Beer. Ik ben erbij en nog gefeliciteerd. Groeten Duncan, Radio de Bruine Beer. Oké, goed bezig. 302, ja, duimpjes. Of wacht, duimpjes. Naamrondje. Ja, naamrondje. Zet je naam in de chat, jongens. Dirk eerst. Bosje eerst. Ah, nee, niks te breed bij kikker. Stefan. Mooi man. Tre de la Chion. Gea. Oh, niet te doen. HB Bos. Doe ik zo meteen even. Rowan, Mika, Nick, Broek JD, Remco, Joachim, Job, Duncan, Damian, Tjeer, Tom, Nicky Bodewes, Boscher. Ja, kijk, zie je wel. Beard, The Legend en Roy en Mugham aanzien. Vrouwtje Duursma. Le Navigatoire. Ja. Gillian. Blijf vooral kijken. Vogel. En Rens en Sjoerd en Chip en Sjoerd en Wibbe. Mag dat nu wat ik zeg? Ze geloven het wel. Niet te doen. Niet te doen. Quinten, Jeden, Anton, Ferris, Finn, Sander, Vincent, Mark, 96. Saskia Kool, was dat van die trekker? Oh, dat wuitens. Basti van de Basti Show. Henk, Pascal, Sam. MHS is volledig online. Johannes, Ruben, Henk. Ettevin Hoort is er ook. Ma. Pascal, Vogelfamilie. En Tigo, de lady van Klaas. Van de Kooi. hoeveel ben ik vol? Nog geen 70 keer aan de deur. Daddy. Henk, Cornello, Vincent. Voegje Keramiek, mooie vogels, Sander Oosteraf, de Duimkes omhoog, Gerard, NBH Hit Radio, oh ja, NB Hit Radio natuurlijk, Haams Famous, Marije, Meindert, Evelien, Jordi, Bianca Drent, Bjorn, IJso, trekken, Thijs, Per, Peter, ik heb een probleem. Ja, maar Peter, wie moet nee, hem? Je moet Chris Poorden. Oh, schokkelijk in de deur. Ja, doe maar hem. Ja, met Joop, bij Joop. Nee, Joop, ik moet Chris hem. Chris Poorden. Chris ja. Poorden. Oh, dan ben ik een verkeerd nummer zeker. Zal ja, ik iedereen de deur sturen? Nou. Doe dat maar even. Ja, oké.
Ja, elke dag is nimmer daar. Akker, ik... Goeiedag. Ik moet Chris Poorten, maar wat? Oh, moet ik die deur verbinden, hè? Ja, dan maar. Ja, dan moet jij... Poort. Ja. Goeiedag. Mooi, Chris. Is het hem tien? Jawel, wat is een ik heb dingen daar aan staan hier op taart. Daar moest hem naar dokter ik studie in de. Is dat pilletje wel inslikt? Ja. Oké. Mijn oma Prinson is echt onder beneden zak. Maar ik heb een haas. Ik moet die poort hebben. Want ik zie het probleem. Ik kom eraan. Ja. Jo. Waar met? Wat die zwoers. Kom ik eens gewoon het spanbandje les doen, hè? Er is er niks aan de hand. Met de hand ken dat wel. Wacht, ik help. Oh, JB die zegt gefeliciteerd, Emus, je bent een legend. Je bent een legend. Ja. Ik denk dat Kom op broers weet, maar dit is ook zo, hoor. En Wilma, die kijkt ook weer even uit het ziekenhuis. Ja. En Jetsen, die hebben van... Oh, ja. Hoi. Ko. Ja. Kom. Hast u nou deze vuurgewicht? Ja. Achterop dus. Stop. Ken ik die draaikring? Ja, dan druk ik die doorheen. Wacht, stop. Ja, niet bewegen. Nee. Zo. Ja. Doe ik hem los? Ja. Zo. Ja. Oh, dat ding schorkelt niet. Ja, wel. Ja. Nou druk ik daar doorheen. Ja. Probeer. Doe even. Een beetje zo, denk ik. Ja. Ja. Nee, oh, en nou recht. Ja. Wacht, ja. Rustig. Rustig. Toen al heen. Ik word een beetje nerveus. Ho, ho, ho. Ja? Ja? Goed zo? Ja, dan een hotje. Hij moet een hotje hem. Ja? Nou, laat ik die. Zo? Ja? Ik heb hem. Wie komt er allemaal bij, Wilma Veening. Nieuwe slagertje. Balls of Steel komt er ook bij. Olaf Elzer. En? Een slagertje. Nou, dat. Wat nou? Ik... Wacht. Wat? Ja. Wacht. Stop. Stop. Ja? Hier staat ook nog wat. Kijk ook nog maar wel. Wacht. Rustig. Hij is wat traps voor. Kom maar naar. Blijf hangen, Go. Blijf hangen. Nee, broek. We moeten een span houden. Nee. Oh, jongen. Ik ben allemaal naaie kiekers. Die moeten kijken hoe wij aan het buiten zijn. Wie is hier nou voor het eerst sinds expeditie? Oh, niemand. Ja, ik ook. Ja? Ja. Oh, de vraag. Ja, heel goed. Ja. Vert me nummer 1. Ja, oh, wacht. Oh, kobbel, ja, nee. Kobbel je. Dat wil niet. Kobbel je. Oeh, jongen, wat doest u? Ja, oh, ja. Ja! Lormus Lus? Hé. Hey. Ja, toppertje. Geen dank, hè? Helemaal goed, jongen. Hartstikke bedankt. Stuur de reek maar. Yo. Hey. Nou, ik heb er weer onder dak. Ja. En noemst de rommel hem weer op? Dien broer. Ik ben al vanaf Farming 15 erbij, zegt Nicky Bodewers. Oude collega van mijn bruier, hè? Van Raaf. Van Raaf? Ja? Ja. Ik dacht vanmorgen om 10 uur, ik ga eerst even typen. En hoe laat dacht ik, oh... Ja, Klaas, maar het is jouw schuld. Ik vind het hartstikke leuk dat het gelukt is. Maar door jouw bericht is expeditie bij ons geweest, Klaas Martin. Dat was wel leuk, Klaas, jongen. Wij zijn hier voor het eerst naar aanzien van... Uitzending van Expeditie. Erik de Vries. Echt hoor? Leuk. Nou, dit ben we ongeveer. Nou, mooi dat die andere twee de night bij ben, want dan was het eenmalig dat ze erbij waren, ja. Natuurlijk. Hè? Wat legend. Accu-wissel. Nee, maar ik wil net zeggen, Jim zat bij de netjes in de bezoentje erbij. Jazeker. Keurig. Ja, we moesten nog Fiora visite, ja. Ja, hier. Keurig. Ja hoor. Mooi man. Even die andere doen, even de halve cam zo, dat is leuk. Ik heb die gewichtje, daar mag die Jelle over, vlak achter die. Dat is goud, ik moet gaan, MJ, meneer JB, tot de volgende.
Maar het was nog wel een dingetje hoor, om van iedereen telefoonnummers te krijgen. Vertel even, hoe ging dat? Beetje leuk, beetje makkelijk? Ja, het was, bij sommigen was dat even uitvogelen. Zie, er zijn natuurlijk bepaalde mensen die heb ik wel in telefoon of een van die andere maatschapleden. Ja. He, maar nou, bijvoorbeeld, Sikkema, daar had ik geen telefoonnummer van. Nee. Dus ik heb gewoon even naar Wieringa Rode School belt. Ik zei, ik moet die planner van Jim eigenlijk even hebben. Nou, daar heb ik nummer van Klaas gekregen. En nou, toen ik hem belde, toen zat directeurtje zat ernaast. Dus hij zei, kist nog wel even met directeur overleg. Nou, ik zei, ik stuur je hem wel even een appje waarin ik het een en ander uitleg. Milan Temmerman, welkom. Welkom, nieuw lid Milan, dankjewel. Ja, en toen zei Klaas van, nou, ik geef je even een ander nummer, mijn privé nummer. Dat is wel even zo makkelijk, dus stuur hem door. Juist. Dus ja, uiteindelijk kom je wel ergens. Ja. Milan, dankjewel jongen voor je lidmaatschap. Topper. Pat doet een superchat. The deadline was killing, zegt hij. Hij was vrijdag op nog blauw om kop, zeg dat. Die stress. Maar even eerlijk, waren er ook die er betaald voor wilden worden? Of niet? Nee. Ja, maar ik heb gezegd van jongens, dat is geen probleem, want we zitten niet na je boek, joh. Ja. We zitten aan het begin van het joh, dus dat moet altijd goed komen. Ja. Nee hoor, het was machtig, spontaan van iedereen. Superleuk. Dus, ja, machtig. Inclusief wat aanzien en alles. Mooi man. Ja, nou dat waren denk ik zo'n beetje de eerste die ik binnen kreeg. Ja hè? Ja, zeker. Het broek was heel vroeg. En wat aans, dat waren de eerste denk ik. Superchat! Superchat! De deadline was killing. De deadline was killing. Ah, dat is niet woord, Peter. Hey. Thijs Boma zegt, we hebben er heel wat akkers deurdruk vrijdag. Oh, die Makitas, die waren niet aan te slepen. Nee. Ik had vol in de hoor. Beste Emus, vader, gefeliciteerd met je verjaardag. Hoe was je dag vandaag? Ik ben dit weer een super stream. Ik doe een duim voor je omhoog. Kijk. Oh, leuk man. Ja, vrijdagavond hebben we een feestje gehad bij mijn vader in de melkstal. Ja. Nou, was gezellig. Hartstikke leuk. Goed gelukt. Ja hoor. Ben tevreden. Absoluut. Dat was een plekje van die dikke daar. Nee, Lutje Darig koeien het ja, hoor. Ja, Lutje Darig. Het waren altijd dikke twennen, maar dat mag me niet zijn. Zo, 50 jaar, gefeliciteerd zich Alfred Judokers. Kwaak. Ja, zeker. Zeker maar, Eetmuus, het is nog geen 16 februari. Oeh, maar ik ben er ook aan het bemissen. Hier, komt een ander bezoentje, komt ook binnen, kijk. Netjes. Ben je speciaal gestreken hier... Oh. Ah, Pat doet weer een superchat! Op de jaren zitten pyjama blusjes aan. Keren! Op een gegeven moment. Peter, ik zie niet elke dag met mijn kop voor de camera. Hè. Ik was bloednerveus, ik heb wel 20 keer overdag. En Milan Zimmerman doet zijn eerste superchat. Machtig. En eerst MJ, ik mocht dan wel de eerste zijn, maar tegen zo'n filmpje kan ik niet tegenop. Nogmaals, feliciteren, Muus. MJ, dankjewel. Ja, hij was de eerste, s'nachts. Eigenlijk, MJ, moet ik zo meteen wel even vertellen, was JJ nog hier, maar die leefde in de toekomst. Zo Milan, doe ook mooi, kan ik zo even meedoen. De wachtwoord is alle mods stonden in het pakket. Dus. En Joke die doet ook een superchair of zoiets. Ja. Wat is dat? Een tekstloze superchair. Ook leuk. Superchair! Ja hoor. Die. Wat wil ik met verder broer? White. Oh ja, JJ. Die feliciteerde hem eigenlijk al 4 uur 's middags. De dag ervoor. Want die was in China en door was alles 6 uur eerder. Of 7? Ja, 7. Ja. Superchat! Superchat! Waarom? Oh, dat was Joker, ja. En Milan Timmerman. Superchat! Het broek doet 5 limmers gaan! Morgen kan ik zo 1 meedoen. Met broek, jongen, dankjewel voor je 5. Kill. Superchat! Superchat! Ik mocht dan wel de eerste zijn, maar tegen zo'n filmpje kan ik niet tegenop. Nogmaals gefeliciteerd, Emus. Nou, broer, ik zit niet elke dag met een nieuw boek voor de camera heen. Ik was bloednerveus, heb er wel 20x over gedaan.
Om het te goed maar op bij Apple, joker. Oké, okay, duimpje die Klaas Mattenbierenga. Klaas Mattenbierenga heeft een lidmaatschap gekregen. En Dennis Meijer. En Daantje. En nog meer. Hé, hey, die andere. Anneke Vogel. Ah, vrouw Vogel. Jouw. En? Nee. Wel? Nee. Nee? Oh, ik weet niet. Thijs Boma zegt ook nog, was een gezellig feestje hier. Ja, ah, ja. Met jou ook Thijs, hoor. Was echt, ja. En ja, mijn pa. Een heel gezellig feestje. Ja, jou, hoor. Filmpje straks nog even een keer dan de naam van de persoon. Dat gaan we doen. Kunnen we tegen het einde... ja, mag ook straks. Moet nu nog een keer doen? Nee, doe straks maar even. Ja, doen we ja, straks maar. Doe maar. Eerst een accuwissel. Oh, dan kan ik wel even accuwisselen. Ja. Ja, 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 ja. Zo is het ook nou, ja. We ken, ik heb voor mij, dit schuifje is de... Dinges. Van de speler. Ik ken hem nog een keer doen. Ik heb het USB-stickje nog in de toetsenbord zitten. Ja, doe verzamels die dingen inmiddels, hè? Hoeveel hes van hier? USB-stickjes? Ja. Die van Van Azen ook nog, ja? Ja, die van Van Azen ook nog. Ja, die stond nog van versteld van de King om kop te draaien. Ja. 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 Heb je hem zelf nog leren? Ja. Hij had nog nooit in Action West. Wacht even, waar heb ik die ook alweer? Oh, Van Azen. Dit zijn liedjes zonder, zonder tekst. Maar dat was een goedkoop stekje. Ja. Te goed, maar ja, op. Ik heb hem al lang laat. Nee, we kunnen het nog wel een keer doen, jongens. Hè? Zullen we nog even een keer een filmpje ja, doen van doen. Iedereen? Ja, zeker. En dan gaan we er even, kunnen we er ook even bij pro. Doe hem ietsje zachter. Dan kunnen we er even bij pro. Hersgelijk. Nou, ik doe even de middenmonitor aan. Die. En dan start ik hem op. En anders pro. Dit is geen idee. Ik heb geen geluid op mijn koptelefoon. Ik sta er ook nog bij het over. Oh, dat is van de media player. Nee, denk okay. Ik niet. Ja, nee, dat geeft niks. Nee, ik hoor hem ook al niet. Dit is Emus, geloof ik. Is dit Emus? Dit is ja, Emus. Ja, dat is DJ Emus. Met spa rood en cola. Verder nog helemaal niks. Oeh. De DJ lijkt het wel of niet? Ja. Gezond. Ja, waarom trekt er zijn buik niet in? Dat vind ik dan weer jammer. Ik heb niks. Ah, nee, maar dan wil je ook wat meer Emus om van te horen. En wie is dit dan? Hoi, Emus. Hij is natuurlijk al wat lekkers gehad van de maatschappij. Ik ken wie zo. Maar wij wilden hij ook nog groot een blijvende herinnering aanbieden. Dus ik zal zeggen... Dit is Jelle, spreek dan niet. Ik moet er even zitten. Kijk, luister. Maar dit was vanmorgen heel vroeg, want ik had pyjama nog aan. Zie je het wel? Zelfde bezoentje. Dus, papa is al 50. Ja. Ja, jongens. Dus twee. Papa is al 50. Dus daarom van harte gefeliciteerd. En ook voor ons. Succes met de stream. Succes. No. Mooi, Peter. Van harte gefeliciteerd met de 50ste verjaardag. Het broek. Ik zal zeggen, geniet van uw dag. En ja, de rest van de familie natuurlijk ook van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van samen met vrienden en familie. En we spreken elkaar. Mooi, mooi. Broekje. Hekman. Dit is Bertus Hekman. Ja. Van harte gefeliciteerd met je 50ste verjaardag. En dat je nog heel wat jaartjes mee mag gaan. Ik wens je een fijne dag toe. En ik zal zeggen... Bertus. Bist live, Bertus. Canelo. Hey, Muske. Van harte gefeliciteerd met je 50-jarig jubileum. Dat is nou een officieel een halve eeuw. En op naar de volgende halve eeuw. En een hele fijne dag vandoor. Canelo, leuk man. Teun! Hey, Hermes. Van harte gefeliciteerd, mijn jongen. 50 jaar. Dat is nul eens. Ja, knap door, mijn jongen. Teun van Raas. Hey, Peter. Wie is dit? Gefeliciteerd met die 50 SVT. Jaar, dit is de SVT zelf. Ja, hoor. Vlaamland, mooi. Hartstikke leuk. Maar nu de melkleiding. Ja, even de melkleiding. Proost, hè? Ruben en zijn vader. Ja, die vond ik ook schitterend. Ja, leuk. Dikke t-shirt aan. Ja, per op. 50? Emus, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Hé, hey, Emus, gefeliciteerd hè. Nog veel jaar. En gas, komt hoor. Wij proosten er vast op. Wat is dat een topper hè? Proost. Oh, oh, oh. Wat niet. Hoe ouder, hoe gekker Sengsel is. En ik denk dat daar wel een kern van waarheid in zit. Peter, van harte gefeliciteerd met je 50ste verjaardag. Nou, echt leuk, bezig fit. Nou, enger even een keer de week. Hartelijk gefeliciteerd met je
Peter. Mooie Peter hier. Dit weet ik niet meer. Dit is. Vanuit Studio Peter. Petje af. Rustig. Dit is de 21ste opname van Peter. Ja. Heel het jaar die ze bij kreeg. 50 erbij, om een paar. Erg leuk, dankjewel Peter. Topper. Maakt er wel moois van. Fijne verjaardag. En wie weet, tot gauw. Yo. Chris. Jongen van harte gefeliciteerd met je 50ste verjaardag. Ze zeggen dat je nou Abraham bent of weet waar hij de mosterd haalt. Ik heb geen idee. Jij weet hoe het voelt. Bij mij zal het wel even duren voordat het zover is. Ja, smeert er maar in, ja. Ik wens je veel goeds voor nu en voor in de toekomst. We spreken elkaar weer gauw. Ja, voor de volle neef. Van harte gefeliciteerd met zijn 50ste verjaardag. Dan gaat de tijd toch raar, hè? Heel veel plezier vanavond. En als je dit nou leuk vindt, laat het vooral even weten. En er komen vast nog meer filmpjes, dus... blijf vooral kijken. 50 joh. Nou, zo oud wordt Zwie nooit. Hey Eetmuus, gefeliciteerd met die 50ste verjaardag. Mooi. Machtig. Hey Peter, van harte gefeliciteerd. Je stond op die hond. Zo meteen, dat ken je. Hè? Oh ja. Die hond, kijk, kijk, kijk. Oh ja. Ja, de hond. Hoi Eetmuus, wat doe ik nou? 50 joh, van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat ze een mooie dag heeft. En natuurlijk... Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Eetmuus, happy birthday to you. Prachtig, schitterend. Hé, waar? Dan in de klasse. Eetmuus, ik heb geen idee wat ik doe, maar doe eens 50 worden. Gefeliciteerd, kerel, en mogen er wat moois van. Machtig. Mooi. Eetmuus. Familie. Nou, zie je wel. Ik kom correct van de chandeer af. Ik heb een warkleren er nog bij aan. Maar ik moest eerst even met de rest even mijn filmpje opnemen. Uit ervaring kan ik zeggen. Het doet echt niet zeer dat je zelf 50 geworden bent. Dus dat gaat vast allemaal wel goed komen. En namens de hele familie speaker zeggen wij van harte gefeliciteerd. Mooi. Machtig. Eetmuus, gefeliciteerd met die verjaardag, man. 50 jaar, wat alweer een mijlpaal. Ik hoop dat we in de aankomende 50 jaar nog veel meer mijlpaal hebben. Je hebt een wark van radio om ja. Te ja. Denken. Oh, ja, die naam is ook weer hele familie schatten. Hij staat nog in de braam. Ja. Duct tape, alles tijden, man. De wichten erbij. Gefeliciteerd, Peter. Ja, die kon niet ontbreken, ja. Van harte gefeliciteerd, Peter Eetmuus. Peter Eetmuus. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Peter. Lief. Oh, dit is de burgemeester. Oh, ja. Wie staat door ons? De burgemeester. Ja. Hoi. De kinderen in weet. Nee, die met die kerel, weer daar. Oh, die bedoelt die ene. Die heeft een burgemeester. Nee, dat is onze legend. Hoe heb je het fun dan gekregen? Ja, jongen, dat, ik moest zo lang om de... Hij had eerst al in de app zet. Ik regel de burgemeester. Nou, ik denk, dat kan ja. Niet toch? Ja hoor, hij is vriend met hart van natuur. We gaan een raadsvergadering en ja. Gaan ze even een scorsing. Ik denk, ik moet hem vragen. Ja, nou. Ja, doe ik direct. Ja hoor, dan gaan we direct naar de raadsvergadering doen. Dat geweld. Ja, super. Die was echt subliem, je legend. Heb een hele mooie dag. Geniet ervan. Ja, ik zou zeggen, tegenwoordig tijd, gewoon 50 jaar erbij, toch? Ja, ja, ja. Net gemak. Ja, minimaal. Hou voor, hè. Gefeliciteerd, Eetmuus. Goeiedag, hè. Mooi. Schitterend, schitterend. Zoals elke week komt er aan iedere livestream ook weer een heren. En datzelfde geldt ook voor dit filmpje. Maar zoals bijna iedere week het geval is, moet er hier bij het filmpje natuurlijk ook één de laatste weten. Mooi, Eetmuus. Het Vondmuseum, wie deze weg wil Jochir van harte feliciteren met zijn 50ste verjaardag. En tapes veel plezier wensen met een vele grote ritjes met open bovenvoer. En van wie mag dat nou ook? Tevens hoop ik dat ze mensen nog 50 jaar bieker is en dat we nog vele jaren kunnen genieten van die farmingavonturen. Schitterend. Mooi. Nou, we zijn aan de einde gekomen van het filmpje. Ik hoop dat ze het hartstikke leuk vond. En natuurlijk wil ik namens de maatschap iedereen bedanken voor de leuke, mooie bijdragers die we in dit filmpje hebben mogen verwerken.
En misschien, als Loder ooit eens oud bist en in het bejorentehuis zit, of in wat voor tehuis dan ook, dat is nog eens met plezier naar dit filmpje terugkijken kist. Emus, nog vele jaren. Nou, schitterend. Schitterend. Dank je, dikke hype voor iedereen en voor Annemiek natuurlijk. En Jelle die dat mooi aan de praat had. En Jelle die dat mooi aan de praat had. En origamiseerd had. Ja. Een saai is het. Schitterend, jongens. Schitterend. Bedankt allemaal voor de positieve belangstelling. Niet hartstikke leuk. Ja. En hij is ook naar je sticker in de chat, zag ik. Ja, die heb ik ervoor van op, neem ik in. Ja. Ja. Mooi, hè? Die had ik ook helemaal op een petplak. Ja, ik zag het, ja. Ebens en de Maas zijn de beste gefeliciteerd. Heeft muziek Oppers Gaming. Kon niet missen natuurlijk. Prachtige montage. Puikwerk van Annemiek zegt. Petter, hype. Mooi man. Mooi. Zo. Eerst. Nou moet ik kap er even bij. Potje, nou, hè? Ja, ik hekje. Zit, ja, ik moet even zo en dan even. Oh, dat is niet Berders hekje? En wat is dit een hek, man? Graag gedaan met alle liefde, zegt Berders. Mooi man. Hartstikke leuk. Kijk, daar komt de catering alweer aan. Groet naar Bedem, zeg af en ga. Goeiedag. Groet, oh, ik moet hier helemaal niet weten. Ik moet je tanken bij de gemiste oorten. Ik moest slapen. Maak er nog wat moois van. Oh, zeker. Maar jij ook nog bedankt, hè? Voor een leuke filmpje. Topper, Ruben, jongen. Machtig mooi filmpje. Lekker slapen, Ruben. Mooi man, met elkaar maak je gezellig. Zo is het, Joker. Ho, nou heb ik wat fout, jongen. Hij slaat niet af. Oh, gelukkig. Een probe in de kloor. Nee. In één keer ik drukte op een muis en hij ging over op een andere beeldscherm. Mm. Ik zei net al hè, dat Annemieke mijn telefoon metnomen had, maar... Ik heb intussen een appje van Klaas Sikkema, papa Sikkema. Ja? Die bedankt ons even. Die zegt van, heeft een mooi filmpje van Mokt. Ze waren er stil van. En duurde bij hun ook even voordat ze weer op adem waren. Dus hartstikke mooi, he? Klaas. Graag gedaan. Ja hoor. Even kijken, Ingrid van Ingrid's Keramiek. Ja, die zit ook weer in de chat. Ja, wat superleuk gedaan allemaal. Mijn complimenten. Geniet aan deze stream. Hij was echt even van slag. Prachtig, zegt Ingrid. Ja, die zit in de chat ook. Ja. Ik wil Nick Klaver bedanken voor het filmen en zijn geduld. 20 over. 20 over gedaan. En Nick kwam met het idee van de ballonnen. Gekocht van zijn zak geldertopper. leuk. Leuk. Ah, mooi. 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 Nou, wat een verrassing, jongens. Ik heb dit perceel hier vlak de Noors die ook bijna schoon heeft nu zo. Hans of Harm zegt, welkom bij de 50 Plus Club. Ja. Emus nog van harte. Nou, jongens. Dank jullie. René Skep is er ook alweer. Oh, ja, mooi. Mooi. Zo zie je maar weer hoe mooi iets kleins kan zijn. Nou echt, jij ook Broek. Hartstikke leuk. De community, jongens. Ja. Mooi. Mooi werk, speaker. En allemaal mooie filmpjes. Toch wel een keer lekker als Peter even stil is, hè? Ik zeg reepmuis. Ja. Echt wel. Ja. Dan moest hij van Dennis Meijer ook een verleven, no? De Emus & Co. Waar kijk ik met plezier en vol bewondering naar jullie vlogs en streams. Ik weet soms niet wat ik zonder jouw video's moet. Ik kan niet zonder jou. Ik hoop dat dit... nog lang, dat je dit nog lang kan doen. Dennis, jong. Du bist de eerste 50 jaar nog niet van ons af, Dennis. Nee. Hoor. Nee. De nieuwe... De ronde staat, ik mis je als ik je niet kan kijken. Nou. Wat een warmte. Wat een warme groep. Ja. Hele warme groep. Oh, maar jij kan ook warm zijn, Pedro. Ja, kan ik op warm zijn. Op Ameland was toen ook heel warm. En je ziet dat gewoon niet. Het sleutelboske. Ja, ik dacht al, een rol kengpeper met hem, maar... Jolle zak!
kinderen, ja. Toen waren de pil wel een goede plaak aan. Ja, bart. Ik heb de wapens van zijn gegeven. Nee, leuk hoor. Echt wel. Hoe ging het met de hond, Gij? Heb je nog een fluit te pakken gekregen of niet? Hele duurstelijk, begrijp ik. En na 3 dagen piept. Nou, ik wil net medelid met Henk, maar hij had wel een goede fluit te pakken, zeg maar. Hulles slinger aan strand, zeg je. Ja, precies wel. Ik ken de bul niet op, jongens. Kan iemand mij ook een andere trekker brengen? Ik ben weer een warme dol. Hij zit met lief aan de grond. Ja, hij had het geschafft. Ik weet niet waar ik allemaal weg ben hier, ik zie het slecht. Ja, dan kreeg jij holen, man. Ja. En of ik blind ben, maar... ja, nou, zie je toen de legend, kerst ja. In de minimap wel zien, hè? Jawel, maar door is het ook allemaal maar vreemd gekleurd. Ja. Zeg. Gaat u niet drubben? Wat is het raarste of vervelendste wat je in farming is overkomen? In de slowdown... Denk ik. Ja. Nou, en ik denk dat vorige week ook wel een hoogtepuntje was, hè? Ja, dieptepunt. Dat we, ja, een dieptepunt, oh, dat wat dat betreft. Ja, juist. Dat was ook wel raar en vervelend. Ja. Maar er zijn heel veel die hebben er enorm van genoten. Ja, dat weet ik, ja. Ja. Nou, als je dat dan terugkijkt, denk ik van, nou, was ook wel weer hilarisch, ja. Zo. Moet je nog een drukke geep komen? Ja, hij zit met leven gewoon hier, hè? Knooien, een plaatje, hoor, plaatje, hoor. Dat wel. Wacht, ik kom ernaar. Ik had een gewichtje voor op mijn nemen, daar heb ik het misschien net omgekend. Ja, ik zeg dat, gelukkig was een andere pluis. Gelukkig wel, ja. Mooie knooien, gozer, navigator pedas. Oh, dat lijkt wel mooi. Hij trekt snuren van mooi in die bul. Hoppa. Ja, Puk zei het ook wel een beetje geleden. Het fix dat moment. Dat was ook wel... Oh ja. Ja. Was toen hier ook nog naar achteren reden door aan elkaar en dik door zo, Jelle? Nee. Door hem mij ook al een keer maaien, dan ja. Moet ik nog even kijken. Kijk dan maar. Oh, nee, dat riek verkeerd, ja. Och. Ja, en er moest de weg uit. Ja. Links, rechts, troelala. Ja. En dan aan de linkerkant. Kom mijn veurdas bij de dik omhoger is dan de linkerkant. Dat kan, dat is ook gras, toch? Emus, jij brengt een lach op mijn gezicht. Zeker no. Na zo'n zware emotionele week als zoals deze week. Gisteren hebben we mijn lieve nichtje die te vroeg was geboren gecremeerd. Och, gatske, oh, jaggers. Gecondoleerd. Oeh, jaggers. Gecondoleerd, Patrick. Patrick, die had me ook al een DM'tje gestuurd. Oké. Geniaal, de penders op Rickyville. Penners of Rickyville. Oh, die penners. Oh. Een miljoen van een van mijn staaien en er wordt geen penda gedopt. Hier, dit dacht ik, die heb ik ook al een keer maaid, maar zie dat ja, dat klopt, maar die is achterblijven. Dit is staat bosbeheer, wat? Ah, ik veeg hem nog helemaal over. Vogeltje laat. Nou, dan moet je niet kijken dat ik hier ben, nou. Nee, maar dan mag geen steekstof op. Oh, dit is hartstikke slecht, mijn mis. Ja? U klapt mijn henne. Blaver onder. Kuip. Hey, legend. Ja? Ik heb een nieuws gewoon en dan een computer opstaan. Ik moet hem mee op mijn bul nemen. Ja. Zal Mark wel weer wat. Ik heb een deutsel voor die kloos, hè. Kijk, dat is praat. Nee, ja, ik pak hem kijk, zelf. Wel. Ja, het helpt wel, ja. Ja, ik zal nog even wat meer bemissen. Het is flat, de hartse, de hele volle lading erop bij Muus lukt hard. Dat doet ja. Dat ten uit Muus. Ja, maar dat komt dus met dezelfde knop. Oh.
Hier, nou wordt groen, Legend. Zag ik, ja, ik wil, ik leg hem uit. Dit is groen. Ja, oké, okay, dat is groen. Ja. Ik probeer tot beslag in mijn aders schrijven. Ja. Dat is allemaal met mijn verhaal. Nee. Ja, Patrick, jongen. Sterkte, jongen. Ja. Ja. Er zijn nog mutsen op de site te koop. Even een koop.nl zie ik nou langskom. Dus onze nieuwe site is nog in opbouw, in aanmaak, in verbouw. Nee, opbouw. Ja, een soort van under construction, daar komt er wat meer op. DLC's kun je door al op aanklikken. Als je een DLC wil hebben, dan moet je eigenlijk moesten waar zijn via de site. Dan kom je op de juiste plek terecht. En zulke dingetjes. En we hebben voor het eerst de webshop aan de loop met mutsjes. Dus mag je door Orga.nl. Dan kan dat. Zo is het. Oh ja, Bram die zegt iets wat niet in Expeditie Grun besproken is. Ko. Waar? Nooit naar. Kledder! Wij zeiden tegen Dirk, ik zei dit zeggen we altijd even in de stream. Nooit naar. Maar dat hebben ze nooit besproken. Nee, dat is niet. Je weet dat weg de deur komt. Nee, bij Joske? Nee? Ik weet niet hoe ze is. Buiten is het ook night. Zet eruit, knip door. Ja. Zo denk ik, dat is schattig gepraat. Maar wij bedoelen gewoon, ben je nog helemaal onder de douche geweest? Ben je nog helemaal onder de douche geweest? Je snapt me nooit. Ik zal even de lady live aankijken van Mutske, zegt Klaas. Kijk, goed bezig. Maar nog steeds hier in de studio. Jelle die speaker en de Legend 06. Ja! Oh, ja. Ja. Ivo Kogelma, Eemu is ouwe. Gefeliciteerd, hè? Groet met hij nou. Dankjewel, Ivo. Die muts van mij is ook te koop. Cabaret. Ja, maar ook, hè. Dat is toch... Ja. Oeh, ik heb ook lag, jongen. Ja, ik ook een beetje. Opslaan maar mee. Geeft niks. Hekman die zegt ook, missie geslaagd. Ja, zeker. Ja. En Voegje en vrouw die zeggen ook al van, het gebeurt niet gauw. Maar hij was er nou toch echt even stil van. Machtig, zeggen ze. En Broek heeft tussen het verslag schreeuwen deur ook nog even tiet om nog even te appen. Van, mooi filmpje van Max, zegt hij. Nou, graag gedaan. En ook Petter, die was toch ook wel onder de indruk. Was geweldig, zegt hij. Ja. Echt wel. Ah, zonder jullie hadden we dat filmpje niet kunnen maken, mensen. Hè? Nee, hoe simpel is het dan ook wel weer? Dat is heel simpel, ja. Is voor deze speciaal gelegenheid wel alles in een koffie kregen, Legend? Zegt. Weer niet, hè? En slagroom erop kregen. Een Bart Dijkse lid voor 9 maanden. Van harte gefeliciteerd, Emus. Nog vele jaren. Dank u. Toch maar even een muts besteld, zeg Lego Max. Oh, wat leuk! Leuk. Die mutsen die wil wel, hè? Die passen ook iedereen. Ja, het is gewoon een stretch fleece. Ja, maar die kun je in april ook nog wel drogen. Jawel. Als het maar koud genoeg is. Ja hoor. Ja, ik was een beetje teleur natuurlijk, want we hebben maar kolen tijd gehad. Maar ja, dat ik was nog niet zo ver dat ik dacht van, die site moet aan de loop. Maar heeft al zin laten hoe ze eruit zien? Hoe ze eruit zien? Ja. Ja. Ja? Hier liggen nog gewoon. Oh? In de kast. Oh? Ik heb gewoon liggen. Eemus, Timon Dijkstra die zegt: gisteren ook. Gisteren nu ook. Eerder uit aangezien je een succesvol influencer bent. Dat is gewoon over een halen kap. Jongen, daar kijk nou heel veel meer letten, jongen. Nee, volgens mij ligt er nog maar in de kast. Ken wat doen ze open? Die kast. Dan de kast. Ja. Voor degene. Er zit een heel mooie knienhaksluiting zit erop. Ja, maar ook een custom made. Ames & Co. 3D printen. Deze. 3D print logo. Die? Ja. Ja. Van Bezenfits. Ja, man. Ja. Ja, ik denk die krijgt een prominent plekje. Ik snap het,
Ik denk maar, nee, steek erop, deur maar. Ja, er zit een paar schroefjes in, ja? Ja. Even kijken, dan moet ik denken, kijken bij de M van Muts. Of niet? Oh nee, toch niet? Oh nee. Ben nou, dan wordt hem niet, denk ik. Nee, ik ga er ook niet langer om zoeken. Nee, ik weet het. Ik meen dat Greet zei, oh, ik ben ook tegen Boma in jacht. Is dat de bedoeling? Gelukkig ziet niemand dat in het nee, chat. Is dat niet verheugd? Maakt niks uit. Zo. Kan je de afsluiting eerst weer opdoen? Ja. Oké, okay, ja. Dennis, ik weet niet wat er is met streamelements, waarom die dat voor jou doet, maar... Oh, ja, je hebt er een verkeerd woord in gezet, Dennis. Maar ik moet even iets treurigs vertellen. Wij moeten op de zorgboerderij waar ik woon de hond in laten slapen. Ze is onverwachts ernstig ziek geworden. En ze heeft onverwacht dat hele vieze, vreselijke ziekte gekregen. Dennis, ook sterkte daarmee, jongen. Heel veel sterkte, jongen. Ze kijkt. Yeah. Nieuw lid, Robert Sander. Huh? Oh ja. Ja, Greet, die komt gewoon naar Medusa, rent. Ze kijkt echt wel met voor. Ja, ze kijkt net, ja. We kennen geen woord verkeerd, zeg. Robert Sander, welkom, jongen. Ja, maar Greet is ook van de merchandise, hè? Die weet precies waar dat leidt. En nu is ze van de... Merchandise. Oh, machtig. God, kerel, het is hier al 35 rode plus en er zegt ook nog muts op. Wie, Legend of... Nee. Nou... Nou, als die jou past... Dan past er iedereen. Ja, of de Ruum. Volk me zijn. Ik ken ook de Ruum, weet je. Ja, klopt. Onderste boven met de hele kont erin zitten, ken. Maar goed, dan is het warmer dan bips. Ja, maar een bips warmer. Maar dit is de muts. Ja, hij is mij nou hier te warm, jongens. Ik doe hem weer af. Nou, die stuurt me mug naar een op, maar dat geeft niet. Dan neem je in elk geval een beetje DNA van de muus. Ja. Ik heb geen haar in zitten. Nee. Het was hartstikke gezellig. Waarom, hè? Die is wel comfortabel. Allemaal de nieuwe volgers ook, hè? Blanca Broers, Paul en Luc van Brussel. Welkom. Gisteravond hier terechtgekomen via Expeditie. Goedenavond, hier terechtgekomen via Expeditie Grun. Superleuk, zegt wauw. Mooi, man. Ja, super. Mooi, man. Ho. Nou, wauw. Het is zo is het elke week. Niet. Wel. Ja. Ah, daar ben wij er volk niet bij, hè? Die halen ben er volk niet bij, hè? Die was gewoon gefaald, hè? Timon Dijkstra. Ze zeggen wel eens, er is niks mis met een goede muts. Oh, machtig. Emus, heb jij al gekeken? We zijn vanavond op de 30,6k beland. 30,6k volgers. Oh. Bizarre getallen weer. Ja, daarom. welke persoon naast doet er nog meer af? Jacket Jelle D. 50 ook nog? 30.675 nieuwe abonnees. Ja, niet vernoemd, hè? Nee, oh. Oh, wat gebeurt hier? 71 en 60. Wacht even. Emus wil het zelf nooit weten, maar wij bent nooit vergeten. 50 jaar. 50, the new way of life. Emus 50? Ja, echt. 50. Nou, dat is nou wel goed ingesmeerd, volgens mij. 67 heb ik al. 67? 50? Nee, perceel live het. Ja, en één chapter. Maar dan was ik ook al 50 als toen 67 was. Ja. Hoi. Hoi. Is Koffie op Legend of niet? Ja hoor. Ja? Ja. Dus zijn wij weer. Dan hebben die man ook weer wat rust hier. Maar we zitten gewoon ver op de helft.
Oh, dat ben die halben, die ja, hebben precies ja, genoeg, ja, jongen. Ja, ja, ja. Jongens, ik laat je hem er even uit. Ja, mensen, allemaal alvast hartelijk bedankt voor de enorm positieve belangstelling. Twee mooi. Halben en ook twee en en bedankt voor de goede verzorging natuurlijk aan gereden. Ja, ja ik stuur ze erin, moet ik het zeggen, jongens. Ik, ja, ik sluit me door ook helemaal bij aan, Letje. Oh, dit, mooi, dan heb je hem dit niet zien, dat we hem nog maar onder de hark. Nee. Oh, nog een hark. Nou, die heb ik dubbel van. Was de even voor die, Co. Ja. Tussenstand. Ja. 270. Opgaves? Ja. Oh, ja, verder, verder zeg ja, maar niks. Nee, ik weet genoeg. Om 10 uur is het dan vernoemd. Nee, vanavond. 10 uur. Jongens, ik ga even met de jongens net met een fun. Tot zo. Yo. Hey man. Maar nu kun je beter een muts opdoen, Jelle, en dan ben je ook minder snel verkomst. Oh. Doegie, jongens. Ze zijn nog niet weg, mensen, dus even geduld maar. Ze wil nog niet echt vlot. We kennen ze de deur wel uitkijken, maar nee, grapje. Nee, hoor. Ze kennen me niet dicht genoeg, Bimi weten. Oh! Oh! Nieuw abonneer, Jo Mo en Manfred Hulshoff. Goeiedag en welkom bij Emus & Co natuurlijk. Nee, nee, die moet ik nog kriegen, denk ik. Eerst melk. Ja. Zo slim. Ja. Nou, jongens. Wel thuis. Hoi. Oh, dit hoort iedereen ook met in de stream, jongens. Zo, nou, best weer land en muus of? Bijna. Goed zo. Maar wat heen, oh, wat heen? Ik kan mijn glaas dus voor. Moins. Zo, hè. Henk Vogel, nou Co, is nou eerst tijd voor een blauwe trekker, Co. Nee, Henk val met je. Hij doet is alleen maar op een Fiat. Als Greet met kijkt, ik wil eigenlijk wel in mijn glas hebben voor mijn drink. Ik heb hier nog een glasje, schone. Ja? Ja, van de 10e luistering nou. Oh. Van Teddy Ruxpin of zo, wat zou er wel? Een buurman en buurman. Oh, aan je touw, buurman! Hé! Hey, hé! Hey. Hey. Ik hoi. Zal even de oude stof van 2023 er even uitblazen. Oh, daar heb je een compressor voor, buurman. Oh ja, die man die maakt zich wel druk. Nou, ik ga weer verder hoor. Aan je touw! Haha, jongens. Kilden. Tiet voor de accuwissel, sorry. Zo slim. Zo slim. Ik pak even mijn drink. Maar ik heb een biertje 100. Marco Boswinkel, Lendert ten Broeke en Navigator Peters en Raymond van Doorn. Dankjewel jongen, Mark 96 voor je gifted subs. Toppers. Leuk. Peter is ook weer blij. Machtig.
Mooi feest, meneer Viorag en Manfred Hulshoff. Dankjewel. Nieuwe Scania al gezien? Nee, ik niet. Doe wel. Oh, die torpedo bedals. Bike. Van Lizard. Dag Mattenwirgen, mag binnenkort ook meespelen met jullie. Ja, moest even de goede mods hem downloaden, Klaas Matten. Jongens, dat meespelen en zo, allemaal prima, maar het is de maatschap en nou ook met Reetmuus en verder komen we niet, jongens, echt niet. Anders kan ik wel stop met waak. Dus. En het boekje trekt dat niet. Nee, zoveel mag dat boekje niet te nee, voeren. Zo ook weer niet. Mm. Wat is er? Bijna bij Dick Del Doodle. Jee, jongen, ga op bed, kerel. Tot. Komst u van een week of zo nog even langs even een bakje doen? Dan is er nog redelijk verse gebakje. Jee. Nog zin nog even te komen van een week een keer. Kijk maar even, maakt niet uit. Ja, morgen opnieuw. Dan wil ik gewoon ik met Reetmuus even opnemen. Dus. Dat dan wel. Dat dan wel even. Kom even een bakje doen. Is goed, Jay. Lekker sliepen. Ja, wees. JJ wel terug, zegt biertje 100. Nou, kijk dat, hè? Dat dan wel weer. Sorry. Is kikkertje voor nog een? Ja. Hoi. Is goed, Pat. Oh. Voor de teamspeak. Ja, klopt, hè. Je nou hè, maar geen teamspeak nodig, hè? Nee. Koos dit achter me. Heb je gezellig, best nog een takje weer onder me? Ja. Goed zo. Goed zo, zei er ook nog, hè? Ja. Oh, ja? Biertje 100, de Zytec doet het goed. Ik ben er heel erg blij mee. Eén van de winnaars van de Zytec. Oh ja, dat is ook zo. Leuk. Ja, en wie zei dat ook alweer? Kjeld Slopsema, die was ook al blieder met de Zytec. Ik weet niet wie er nog meer. Henk Hetger of zo was er nog bij. En nog iemand. Van twee Hendricks of zo. Ja, die hebben natuurlijk zo'n gesigneerde Zytec van ons gekregen. Ja. Oh. Die was wel overboden. Ja. Wat was wel €1500. Mijns. Oh, dat is wel geld. Haak hem op. Ja. Kan alleen maar meer weer worden, hè? Ja. Maar wat een leuke actie van allegenen die in het filmpje zaten. Superleuk. Tot en met de Ford Museum. Ja, jongen, machtig. Leuk. Ik wil wel eens hem horen van vrouwen en kinderen hoe volk ze dit overgenomen hebben. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Dat weet. Het greep niet de deur loopt schijnen. Peter Kreel die zegt: hey, Emus en de. Huh? In de Game Mod Hub staat een hele dikke Scania V8 torpedo. Met een mooi huilgeluid. Oké. Oh, kijk eens even. Joop Slem die zegt: ik heb Kjeld zijn Zytec even in leen gebruikt. Ah, hij loopt de macht mooi. Kijk aan. Dat had Joop Slim bedacht. Wat maar zeg. Waar had de speaker nou nog meer? Weet ik niet. Bison Nightingale? Nee, de Bison Nightingale. Moet ik even de map omhoog trekken. Die hebben een sub 60. Die is toen door? Nee, die moet nog denk. En dan moest toen nog één sub te doen. Dus toen ben je vernoemd nog niet klaar. Wordt er één sub er niet? Toen ben ik een taakmachine. Oh, doorzoos!
Moet ik nog een binnenkomen? Moet ik nog heen? Ja, neem ze hem laaienwaai in mij. Dan kan ik wel even. Doe even maar anders tussen de... Ik zit ook op laaienwaai. Die heb ik hier op het land stond. Maar ik dacht, oh verdorie, dit is nog niet bij jou geraakt. Dus heb ik daar nou een... Is er nog een laaienwaai? Ja, er is nog een laaienwaai. Was het even trager even, ziekje. Dag even. Hier! Oh, oh, oh! Wat is er weer? Oh. Ho! Ik... Linker soep! Wat gebeurde? Oh ja. Hoor. Ja, mooi. Ja. Chris. Ik kijk met. Ja. Van mij moet even, niet bewegen. Oh, is zo slim. Het is mis. Het is geen Joop slim. Dit is niet Joop slim, nee. Nee. Moet ik Chris Kirstenes doen ten tijde of niet? Nou, ik kan even nog even instructies geven. Nou, probeer daar eerst te hebben. Rustig, even. Het is door zo'n glimp. In die achterwiel. Oh, die zak wordt jongen. Oh, dat wordt niks. Dit nou. Nou, moet ik hem maar remmen de show wel op? Nou, Chris, blijf rustig. Gewoon even Apeldoorn bellen. Hij had het red. Oh, ja. Hij overkomt zoiets ook steeds, hè? Ja, ik kruip op herren. Nou, toen maar dan. Lekker slow, man. Ik ben klaar met haar. Ik kies de Fiat wel even pakken. Duk. En zei die vent maar in mijn kan, dan kan hij ook even. Ja, wat? Van een schrik bekomen. Ja, nog met. Zit met haar ogen in je. Ja, doe hè. Kijk al wat ruk ik. Ik ruk die op de map. Op de map zelfs. Ja jongen, ik begin hoort van te koken halen. Wat is die verjaardag misschien? Ja, daar kom ik net met haar in. Oh. Moest hem haken, maar afkoppel je in. Ja. En dan kiezen we wel even met loren wat ik me zien. Kijk. Een flyby. Oh. Ik ren even weer naar het land. Ja, oh, mag ik op verjaardag? Ja, doe maar eens op Fiat. Ik zit op dat andere ding die zo'n groen gele trekker. Ik weet zo de norm niet. Ja, wel een mooi trekker. Eigenlijk is op de 10. Ik pak ook even drink nu de cool. Doe dat even, dan, ja. Doe dat even. Door is vuur. En Wilfred Zuidhof is lid van Eemhuis en Co. Hier zo jou hoor. Een nieuw lid alweer? Een nieuw lid. Wilfred Zuidhof, dankjewel jongen. Dit ga ik voor jou. En welkom. Ja, de rudder. Oh, is dat een slogan? Dat is de slogan van Eemhuis. Die had zo'n vleespop gemaakt voor mij. Oh, dat mooi! Ik zeg die! Dat is een slogan uit alle kikken jatsen, hoor! Ik bijt ze niet precies. Nee, Beem! 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 De Beemste slogan? Ja! Oh! Wij hebben er een loor al op. De buik is leeg. De buik is op. Nee. Wij hebben de buik in onze buik. Oh, ik denk, wat ruik ik? Nou, nee, dat ruik je niet. Dat is geniet, Tom. Nieuws! Doe het superchat! Lief. Lief. Nieuws, jongen, dankjewel voor je 20 cent voor elk levensjaar. Dankjewel, nog feest dit wil. Dankjewel. Ja, Wilfred zegt ook, Remus. Oh, ik pak die aan wel. Ja, dat trek doen maar naar binnen. Oh, jongen, wat een fijn deel. Machtig. Alsof niks is, hè. Machtig, jongens. Farming op zijn allermooist met de Fiat.
en de Johnny natuurlijk. En de Johnny. Ik wil ook niet zeggen. Hij heeft me rustig aan, dan kom ik hem naast die krub. Oh ja. Krub hem naast ik voor, ja? Ja, hij heeft mijn namelandje. Hij heeft mijn namelandje en buk en op. Aan het derde. Aan rug om mijn bijt niet beren. Ja, met mijn klein bergen. Ja, we zullen slap en wonen ook door de deur. Ja. Nooit. Ja, dat zou ik mij maken. 20 cent voor elk levenjaar. Nog feliciteerd, kerel. Dankjewel, Nieuwies. Topper. Gaasco. Ja, we komen aan. Ja, is dat wel realistisch? 20 km per uur. Als er maar te weinig opstaat, dan is dat, kan dat best. Ja hoor. Ik weet niet hoe je erin zit, maar ik heb wel eens 15 rijden. Dat is het beste doen. Vroeger, die taren, dat waren de eerste grote snelle lorrenwagens altijd. Oh. Ja, met een maximaal vermogen tot 120 pk mogen er op aftergas. Dat waren monsters, hè? Ja, dat klopt. Toen was het ook geen ladenwagen, hè? Toen zeiden ze gewoon, we gaan hem taren. Ja, dat waren taren. Begon hem taren. De kleine merel, dus de zulletje! Gefeliciteerd, Eemus, en de groen van Nick Teun. Jawel! Dankjewel, jongen. Bij Bergkamps prachtige beelden weer met de Fiat. Plaatje. Plaatje, hoor. Dat ding is ook zo gedetailleerd, het is ongelooflijk. Superchat! Superchat! Nog gefeliciteerd Eemus en de groeten van Nick Katuin. Bierglazen. Dankjewel, Nick. Komt ook uit Beltwolwijs, ook even kennis nog van de boommannetjes. Oh leuk. Ja, die ben daar ook voor mij heel bekend door, die boommannetjes, hoor. Ja, maar de Katuin zijn ook, hè? Ja? Ja, hoor. Oké. Elk wolk vol in het land is op. Ja, daar gaan we redden. Ik heb 90%. Ik 81. Oh, dan gaan we er redden. Nou. Dit gaat met. We hebben er niks over te zeggen. Dat was... Ik vind het jammer. Dit is niet zo'n hele dikke bier, zei Muus. Dit is een kandeltje. Het ligt nog wat tufkes, dat moet wel een met. Ik zit op 94. Ik zit op 95, 96. 96. Oh, nee, alsjeblieft, please. Ja. 98. Nee, ik heb vol. Oh, dit zal net... 98 heb ik. Dit gaat net niet meer. Oh, wacht. Dit neem ik mee. Ja. Wat ze de volgaas in. 99. Nee. Wat nee. Oh, 10 meter. Oh, nee. Let eens netje. Zo jammer. Fix dat. Randy die vraagt, was Starup ook niet een van de eerste wagens met een info? Oh, Alexi Trouillard, die doet een superchat. Gefeliciteerd, Eemus. Dankjewel, joh. Jeetje. Alexi Trouillard. Ik ken hem niet, maar dat geeft niet. Welkom. Alexi kan ook een vrouwennaam zijn. Kan. Alexi. Hey Alexa, Alexi. Draai eens een liedje. Dat is toch van Amazon, Alexa? Weet ik veel. Alexi, dankjewel voor je... Dikke hype! Komt eraan zo meteen, hoor. Streamen de mensen die... Moet allemaal nog verwaken. Is ook de jongste niet meer. Nee, die draait ook al wat met lentes meer. Ja, Brandweer Demon, die zegt gefeliciteerd, Eemus. Kunnen nog vele jaren, Demon. Dank u. Nooit. Ja, dat zou ik mij maken. Gefeliciteerd, Eemus. Dankjewel. Alexi, Trouillard. Woe! Die blaft me door met die bulmoog. Dat mag zo, want ik ben er nou wel bulmoog. Oh, dit is een screenshot voor de volgende aflevering. Echt wel. Ik doe het rustiger aan. Doe Risto en deur. Ja, vaak. Dit is gewoon de screenshot voor de volgende aflevering. Waarom kies je nou niet aan de rechterkant? Ja, ik ben hier terechtgekomen. Ja, maar ik lang blijven. Nou zit ik hier vast, hè? Klopt. Ja. Ik ben kwijt aan het zien. Ja. Mm-hmm.
Oh, het is een man, nee, Muus. Groet in België. Alexi, dankjewel. Oh, jeetje, uit België, man. Ja. Toevallig nog familie van, of kennis van de mannen van... New Holland, CNH. GPS. De blikjes. Ivo, of, de ponnetjes. De kools, koolsjes. Moet ik die hem drukken? Nee, Muus. Je kent wel wat mijn... Maar ik ken dat niet. Eerappels combineren. Alexi, krijg je alles mee als wij zo grunnigs proorten? Toppen, dank je. Dat... Oh, druk me nou hem deur. Ja, druk hem deur. Als ik er kom, druk hem deur. Ik druk hem de deur. Schroef die giek op. Ik druk hem. Druk me. Ik druk die. Ja, ho! 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 En een afslagmoment, midden op druk, man. Nou, ik kan niet even druk. Ja, ik kan niet binnenkomen. Fuck me erover, hè. Ik kan niet binnen. Dit is gelijk weer dat gebeun, hè. Omdat je gewoon niet even mijn linkerkantje uitzoekst, hè. Ja, ik was blij dat ik te laat. Ja, nou, ik draai hem gewoon leeg hier. Nou, dus doe, ik doe er ook gewoon midden over. Ik prom hem gewoon leeg hier. Cornello, lekker slepen. Ik heb leeg. Ready de corner, maar. Ik ben een overkantje. Mooi. Het wel even wat duurt, maar. Het heeft het voeten in aarde gehad, even. Zou mij zo om die beeld ook even schieten, maar? Ja. Als doe die 10 meter nog hem op, dan pak ik ze over. Oh ja. Ja. We gaan ik al vast wel op de fuck. Begust hem op de fuck. En neem goed even naar de min toe schoppen, maar. ja, nee, want anders pan ik ook wel alles weer naar buiten. Ja, boy. Boys. Zichs. Snaps. Waar is ze zich te snapsen? Waar een pannenkoek, zegt J.O. Pert. Ja. Jammer dat we niet even met land gewierst Fritsen kennen. Ik heb nee, hem mooi met Lorwon blam. Oh, dat vind ik mooi waar, hè? Ja, ik ook. En echt ook, real doe ik dat ook wel eens. Dat is gewoon mooi werk. Ook gewoon, jawel. Oh, ik weet nog wel in de tijd, hè, vroeger. Ik ben al 50 jaar. Vroeger. bij de beving en bij de beving boer. En de boer. Overal. Dan mocht ik met een 1056 op pad. Met de kronen 3500 XL erachter. Oh, plaatjes. Daar waren 10 nog. En dan kwam je bij de boer en dan had je, kwam je door met de wagen vol en dan was het kloor. Kwam de vrouw van de boer met een glas met sigaretten erin en drank. En, dat was vroeger, hè? Echt waar. Heb ik nog gewoon beleefd. Ja? Ja. Nice. Is. Ja, joh. Ja, er zit een sleepset tussen de gewichten. Dat klopt, Beres. Daar had ik nog eens een keer in de kapboom ook. Maar, nou. Die hem bij wel, heb ik wel in de matspakket gezet. Klopt. Nou, dan kunnen we inderdaad wel even wat aans doen. Want, Ja, zo hebben we een banaasje doen. Ja, nou, en ik heb heel wat worst en vlees weer gekregen om in Viora. Oh. Dus liep mij het beste maar dat we gewoon weer de metworst erin klaar. En dan Wat me er even van. Ja, toch? Ja hoor. Yo. Even leven laat ik binnen op jouw gefeest. Met flessen champagne en een raw kreeft. Met lamscotelet, gewoon kroket. Wat moet ik hier nou met? Ik wil een school of vlees. Ik wil een school met worst. Grunnige metworst. Ik heb het nodig als een junk, daar is een crackmod. Als een dikke alcoholist met een flashport. Zonder metworst in mijn leven denk ik dat ik gek word. Het is het beste vreten wat je koopt hier. Het is het beste vreten wie een hoop bier. Een zwien in een duim vind ik zo schier. Kies me altijd wakker, maar een beurs van dat is hier. Ik wil geen joint door een kleintje van een metworst. Voor als het even uit wil lukken, heb ik een rat die door en die min. Alleen een kloot dat niet bezig zo vet wordt. Dus ik breng hem wel eens stuk. En ik duin hem wel met die. Ja, ik schrik maar op. Rob het erop, ik wil naar Doornen van Gusten, morgen frissen vandoor. Ik ben de Usain Bolt van het Bedworst vreemd. Want in een poor seconde verslind ik heel wat meters. Jemig Kees,
deze, nee deur dat maar nooit. En die worsten van de supermarkt, moet je verbouwd. Zoals Scholtnot iets zegt, luister maar en let op. Aan alles komt mende, behalve aan een metworst. Het is het beste vreten wat je koopt hier. Het is het beste vreten wie een hoop bier. Een zwien in een daan, vind ik zo stier. Kies me altijd wakker, mogen een beurs van dood bier. Ik wil geen joint voor een kleintje van een metworst. Voor als het even mij belukt, heb ik een rat die nooit meer mee. Alleen dat geloof dat die pizza zo vet wordt. Dus ik breng hem wel een stuk. En ik duid hem wel met die. Met worst. Ik ken uit zullen die. Bist als een drugs voor mij. Met worst. Met worst. Met worst. Ik ken uit zullen die. Bist als een drugs voor mij. Achter die appen. Ja. Met worst. Oh, die tappers van Wadaas natuurlijk. Tuurlijk. Vaas. Bijna. Ken ik de... Oh, hij mag er net. Dus... Denk om een schuurbordje. Ja. Ja? Ja, dat gaat. Ja, goed. Ik begin hier met Rick en Volgas achteruit. Ja, doe ik hem een beetje verover, dan ben ik dat goed weer. Lek, jongens. Goeie dag. Ja, ik, oh, ik ook. Oh, ik ook. Factions Extra. Dit is de Dutch Fantasy map. Dit is de nieuwe map van de mannen van Northeast Modding. Deze map is nog niet uit in de modhub. Maar ze zijn ermee bezig dat hij in de game modhub terechtkomt, jongens. Wij mogen hem even proberen. Wij mogen hem even van de mannen proberen. Kan dat ook met een Straumann Mega Vitesse, zo hard, bouwjaar 2001. Dat ligt helemaal aan het product, jongen. Als je dat eens in oktober probeert, dan kist pluk. Maar als je dat met mooi hooiig spul doet, dan wil dat prima. Juist. Superkill, ziet er goed uit. Factions Extra, dankjewel. Emus, nog van harte. Danny Kolkena, dankjewel. Oeh, wat een lag hier op het beeld. Bizar. Ja, dat promfaar. Maar dan moest niet meer van deze kant eraf. Nee, weet ik, maar... En waarom dus toe daar? Ja, maar ik wil eigenlijk die topjes er even af. Ja, snap je. Snap je mee. Naam. Zweek die. Jan de Jong, dankjewel voor je volgknop in druk actie. Mooi even, Martin Rende. Goeiedag even. Nou, even een stukje rust, dat is ook nog wel even lekker. Zo eerst. Nog gefeliciteerd, dankjewel Martin. Legend 06, 50 hemus, 50 hemus.
Oh. Oeh. Ja, druk het, gooi het maar op. Je toch oh, ja, oh, wacht, ik bleef even staan. Moest dat dak nog met wie open zeggen, ja? Ja, zo, leg mooi achter, dus is versnellend spookens. Oh, Ina, van harte, nogmaals van harte groetens. Oh! Groetsels van Thailand. Ja, weer ja, Liverts. Die versnelling baak die is een goos wat de midbrook voor die dood zeker. Oh, ik wil net omdraaien. Ja, doe maar. Nee, doe maar. Dan fuck ik dit kan hem hoor. Ja. Proficiat Dylan van Bijlen. Dankjewel, joh. Nou, dit wordt wel een aflevering uit het boekje, Moes, hoor. Nou, wat een mooi compilatiefilmpje hebben jullie gemaakt. Hoeveel keer stoel me over dan? Die vier keer. Vier keer? Ja, het was zo. Ik zit in Engerid. Ik zei, kom even bij die langs. Ik zei, moet even die wichter hem wat opnemen. Oh, leuk. Nou, een beetje leeg. Alleen nog hebben we een filmpje gemaakt. Ik was, nou ja, geen ding, het moet maar zo. Dus wel, was niet echt mijn recht tevreden. En toen belt Jelle mij, ben me nu door, ik had hem Jelle hebt. Hij zei, doe maar wat over na, ik wist er nog. Nee, ik zei, ik ben er voor. Oh. Oh, ik zei, ik heb Inger gebeld. Ik zei, kom ook nog weer langs. Ja, joh. Ze moesten allemaal rechtop. Rechtop, waarom weet ik niet. Ik heb er ook geen verstand van. Hier dan, hè? Door toch? Dat wil ik prom hier gewoon. Oh, maar. Hoeveel in mijn persoon hebben we dat ding aanrijden? Oh, 100. Oh, hier ligt een. Net. Hier ligt ook een vergrazen bij Daam door zo. Maar doe eerst. Dit had ik vanmiddag op in een tap, hoor, met Dirk. Maar doe eerst niet saved. Nee, ik heb. Nou, ik ben er gewoon uit gewoon. Ja. Hij, de server, had dat niet saved. Nee, dacht ik al. Oh, daar is nog wel een mooi bultje van Mark T. Muus. Bel. Jeel Pert, de recht op filmen streek me wel behoorlijk tegen de haren en ben ik normaal gesproken niet van. Nee, maar dat is TikTok, hè? Tegenwoordig grap op TikTok naar mijn recht wel. Ja? Ja, ja, ja. Waarom net, hè? Ja, waar ik ook nooit. Legend, zag ik net nog wat zeggen. Staat er nou Lada op die kenteken? Ja. Wat? Er staat Lada op deze kenteken. Ja? Is dat een afgekeurde Lada? Hem zo ontsmolten tot Duits. Kilden. Oh, dat was echt nee. Nee, en toch is TikTok. Ja. 100% recht op alles. Oké. Okay. Ja, of niet? Als je aan het scrollen bent, is alles rechtop. Ja, dat klopt. Ja, nee, dat klopt. Tenzij je volledig beeld gebruikt van mij. Je kan, er zijn filmpjes die dan aangeven van kantel je toestel. Oh, mooi snijp, ja, je moet je toestel. Oh, dat wist ik helemaal nooit. Wij hebben nog maar 60 koeien, ja. Ja, ja. Ja. Wij is wel half van melk wie. We kunnen wel even een tank kopen, man. We waren toch aan het geld uitgeven. Mijn legend is mijn huis. Nou, moet we even kijken. Ja. Kies toen nog één de laatste pannenkoekjes even op, ja, ja, ja. Ik heb de show wel onder dak zet live. Ja, maar ik wil geen pannenkoekjes in. Nee? Nou, anders doen we plastic erover. Ja. En dan. Dan is het ook een mooi. Ja, en dan gewoon we de tipjes erin uittrekken met de show.
Wil dat? Ja, dan doen we dat gewoon in die andere sleuf. Oh ja. Nee, dat weet ik niet. Hier alleen nog tipjes. Tipke de Rijn? Oh ja. Ken die Duitse boots nog wel? Ja, die verruk. Toch niet, maar die is op een... Nee, dat is flauw. Dat is flauw. Ik zet hem gewoon weer in de waakplot, want dan heb ik hem ook weer op. Oh, ja, die olieboord vervaars van ding. Ja, ik was halverwege. Ik had stopke er al uit. Kan. Oh, die legend, die gaat die nooit weer in het wild. Die draait hem om, jong. Oh, jongen, die slept de hele nacht niet. Die loopt de hele nacht die ijsbeer in de slaap komen. Nou, en van mij had het zelf ook al een keer gedaan, zeg. Ja. Wat een pool, machtige stream, ben je erom kruipen in of ben je er oogjes toe? Klein griepje. Och, beterschap, Martin, jong. Lekker slaap en snel weer beter worden, hè? Want een ziek weten, dat is eigenlijk verspilde energie. Jammer. Ja. Ja, jammer, je wilt het gewoon graag. Waar kun je de mensen bestellen? Uitroepteken. Oh. Zo. Site? Muts? Zo heet. Emus. De nieuwe site. Emus&Co.nl. Dat dan wel. Kijk. Berris die doet de uitroepteken site. Maar dan komt de beoshop.nl. Nee, dan moet uitroepteken website. Ja, uitroepteken website. Ik zoek het op voor jullie. Wel even handig om dat te weten. Commands. Command. Joris Borg, ik had hetzelfde als jullie met het sleepslang. Ik heb er een bunker tussen gezet. En toen trok de bunker het wel uit de silo. En dan trekt de pomp het weer uit de bunker. Kijk, Joris Borg, je bent een held. Heb ik helemaal niet in de command. Nee, dat moet ik nog in de command doen, jongens. Of niet? Timers? Nee, dat is geen command eigenlijk. Kom vanzelf. De site emus&co.nl. Dat dan maar wel. Ik zet die chandeleer onder dak. En anders dan, hè? Ja. Dat gaat ook weer van jou af, hè? Ja, nou, dat wil ik net dikker zeggen. Kwaans en Drenthe, nog van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Dat was zo zonde van die loorden worden. Hebben we nog ruimte onder Kaapschuur? Nou, voor de loorden worden wel. Oh, wacht. Wat? Och, dit land is van ons. Oh nee, die is niet van ons. Oh nee, toch nee. Nee, toch nee. Ik meen dat ik hier wezen moest. Ik zit helemaal verkeerd. Och. Wat is er? Ik ben de verkeerde afslag ingeslagen. Oh, heb je daar wel vaker gedaan? Nou, misschien wel. Wil toch niet winnen? Ik haal hem een tango op, ja, voor de melk. Ja, doe maar een dikke tank eigenlijk. Ja, we hebben het geld niet voor. Nee. Maar dan moet een dolmens tussen en dit en dat. Helemaal verkeerd gereden. Van harte gefeliciteerd, Alex. Dankjewel. Topper. Wat is dat? Oh, hier in de hoek. Ja. Ja. 439 duimpjes. 388 kikkers nog steeds. Gossie, dorie. Het is 4 over 10. Dankjewel, jongens. Vind je een leuke livestream? Laat even een duimpje achter. En blijf kijken. Of laat even een reactie achter in de chat. Zo denk ik. Ja, keurig. NL Trucker. Haha, goeiedag, heb.
Peet, normaal heb je ook watertank, toch? Hoe kun je die vent niet? Goeie vraag. En Eltrucker, dankjewel jongen voor de felicitaties. En nog steeds een jonge god, hoe doe je dat toch? Ja, dat is. Ja, dat zie je, dat is. Je waait met night. Ja, ja, zeg maar. Nee, dat wordt hem uit. Met dieren weg. Ja, dan moet we. Kunnen we nog geld lenen? Nee, muus hem niet. Nee. Oh shit. Nou, dan moet ik er in en weer in. Ja, ik heb niet geen geld meer. Nee, 64.000 euro. Dan moet je wat verkopen eerst en dan een goede koop. Ja, ik wil eigenlijk zoals een hele grote koop van 30 kuub en dan hebben ze in één keer kloor. Wat moeten we verkopen dan? Hebben we nog een vat of zo? Nee, die hangen we al niet. Clownen. Oh, zo flauw, hè? Wat bist u flauw in u, hè? Ja, jongens. Wat een weekend. Kill. Ja, ik kreeg het zelfs al... Bram Hummel doet 23 en ik de supertje. Oh. Even is nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag en co. Ik denk dat je even een keer langs mijn schoonpa moet. Hij snapt er niks van zijn nieuwe trekker. Hij rijdt al de hele week met het stuur rechtop. Bram Topper. Ik ga wel met Tim langs, jongen. En doe voorzichtig aan met Elise. of Elise met die. Ik weet hem niet, maar... Doe maar. Oh, ja? Ja, nee. Want... Ramsey Schoonboeken is mijn bazin. Oh. Apart, hè? Nooit. Ja, dat zou het mij maken. Eemhuis nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En Co, ik denk dat je een keer langs mijn schoonpa moet. Hij snapt niks van zijn nieuwe trekker. Hij rijdt al de hele week met het stuur recht op gezicht dat op de grond rolt van het lachen. Voor mij gaat de nieuwe trekker morgen eerst op transport naar... Moet wel zeggen dat hij wel niet helemaal goed in bedrijf stelt. Nee, maar hij had hem gewoon stiekem bij ons weggehaald. Oh ja? Ja, hij moet naar Herder toe. En jongen, dat wordt een plaatje van trekker. Er wordt allemaal buisjes op van RVS opmarkt en spoilertjes. Oh, dit en dat. CD-rekjes. Ja, nou, ik... Echt, hij had ook 260. En dat is echt een beest van trekker. Ja, nou had hij een 245 gekocht in een nieuwe uitvoering. Maar ik, okay. Ik met een Zwaailand bak aan fabriek. Oh. Nou, ik heb het stuur op slot staan. Ik ken er niet, niks aan, waar? Ah, ja. Echt zo. Ja. Hoe lang was ik al leeg, jongens? Wacht, de kist van zijn. Een mooi zetje. Ik vond het al niet echt verkleurd. Nee? Nee. Niet zeg, zeg Jitsen. Het is ook mooi, hè? Oh, dat is ook een lijn, hè? Dat is ook een lijn. Maar ik ga even kijken wat we kunnen verkopen. Want die pick-up die ken ik ook wel voor. Die gebruik ik helemaal niet. Die pick-up kan weg. Even ik ken er niet eens in zit. Nee? Nee. Auto's. Kom met knijden en de deur sluiten. Dat is er niks. Helemaal niks. Even kijken. Oaks, machines. Doe! Wat is er? Niks. Zaffer en slow tool. Six. Man, die ploeg die kan ook wel verkocht worden. Gebruiken we niet meer. Die ploeg wel. Die Pertens. Jazeker. Maar ja, doe eens een hele bouwel aan mijn kop plaug me daar. Ja, maar we moeten nog een keer hebben de ramploeg. Oh, man. Ja, ze eeuwen. Culo. Nou ja, die kan ook niet. De rent op avontuur, het is de leeftijd. Jitsen wordt hard minder die man. Ja. Hebben wij niet meer machine, jongen? Hebben we geen verkoop? Oh, die spuitbus, markeerspray. Ja, ja 50 euro. 50, nou, bam, in het handje. Ja, zo koud in de klets. Doe die sleepslang daar ook maar voor. Die slang, die kan ook voor Edward en bel. Bel Edward even. Ja, Edward. Edward, ik heb nog sleepslang liggen. Is er nog belang bij?
Hoe lang? Is een Chinees, maar ik... Ja, nou, dit is 30 centimeter, want anders... hè? Ja, dan kan ik met twee verbinders nog niks met, ja. Wat is me dit nou? Oh, man. Nee, tweedehands ben ik geen stuiver weer. Dus, oké, okay, nou, dan hoor ze maar gewoon zo op, ja? Ja, ja. Nou, misschien dat ik ze nog een keer bruik. Oké, dan. Yo. Yo. Hoi. Hey. Dan krijg ik nog €500 voor... Oh, Erba, blijf maar met hem. Sorry, wil niet meer. Blijf met de tegels van de ding. Ja, het is de leeftijd. Ik krijg de woorden niet meer op. Gooi de ding er ook niet op. Dat stuit het eraan. Hij dribbelt er alweer af. Wat is me dit? Let dat ding er ook op. Oh, is er voor? Ja, hij zijn er maar toch voor, hoor. Ja, hij mikt de hele tijd de dingen op. Mooi die grootpak pers ook verkoopt? Nee. Oh. Die Klaas wel. Ja, die was al voort. Oh. Baanverzamelaars, die kan wel. Nee, ook niet. Nee, helemaal niet. Wel in überhaupt iets wat we kunnen verkopen, hè, Muus? die slang, ja, die mestang, die kriegen we nog €50 voor. En die toolbox, die kan ook wel weer. Oh, nee. Onderweg, we hebben dubbel lucht erop. Ja, klap, hè. Die spouw, die kan ook wel voort. Bij hem niks wat we kunnen verkopen. Nee, maar alles nodig. Jonge, jonge. Die val met... Oh, dat vindt Hummel weer niet leuk natuurlijk. We kennen natuurlijk die transplaftank, die moet ook al. Jonge, jonge, we hebben wel... Nou, we hebben nog gewassen, hè. Blijkens. Anders trap die plastic maar op die biobult. Ja. Vermetalen. Ja. En dan... We kennen ook die hakloor verkopen, maar ik wil toch een dikker hebben. Dat denk ik... Door is een punt. Maar dat ding trekt toch geen worst nee, van te over. Moest er even heen rijden. Wat dan? Dan kreeg je een paar meer centen voor. Een paar meer centen? Ja. Misschien graag. Nee, dat weet ik. Maar ja, dan moet ik... Dan komst u dan zo met een trekker en die transport zijn geboren? Waar was ik leeg, jongens? Die begin van het laan al zeker. Kan je nog aan de map zien, toch? Ja, hier precies. Ik was al heel die leeg. Ja, de hele soda zit om te kramen. Ja. We hebben helemaal niks in gespoten. Nee, helemaal niks. Gossie, dwee. Waar zit die winkel en ook weer? Dat is leeftijd. Waar is die winkel als je de winkel bruk moet? Wijzes, nices. Oh, dat is door... Waar is de winkel bij 143 door? Even zien, hè. Of nee, bij 77. Oh, door zo's. Es. Ik rie hier gewoon maar wat in, hoor. Doe maar wat, jong. Ja, maar dat doen we voorkeur. Better zo, Christian. Dan is goed. Ja, jong. Ik zei tegen Christian en Christian zei... ja. Ze ben weer, hè? Ik rie ook een beetje verkeerd, hè, muzo. Zal ook wel de leeftijd weten, zal niet... Denkt wel. Zweek. Ridders. Goeiedag, Eim. Ridders. Hoe is Marvin? Heeft die trekker al opgegeven? Mogen wel, merken wel. Vertoiler. Koos, Kastelein. Eem is nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Groeten, Koos. Dankjewel. Kastelein. Van... Twizel? Ja, het is leuk. De fitting gaat mee. Kijk. Ik ga erheen als filmer. Waarschijnlijk. Ja. Ja, ik ga niet meer trekken. Ik mag ook optrekken. Welke? Op de Ursus. Weer de Ursula? Ja, ik pak Ursula en bij de... Hè? Aha. Oh, dit perceel moet ook een mens uit worden. Nee, is 5... Hey, die was toch van ons 75? Oh nee, sorry. Bobbers, wacht even, Bobbers. Goedenavond man, Eemus gefeliciteerd met de 50. Nu eindelijk tijd voor de chat. Bedankt voor een supermooie livestream. Tot de volgende Eemus Coach Jan. Pro Farming. Dankjewel, Lammert. Ik ga denk ik filmen. Ik heb namelijk zelfs een leuk idee. Ja?
om een soort van GoPro te kopen. Zo'n beetje net zoiets als Alex de Dutch Dairy Farmer, hè? Ja. Met magneetvoeten en zo erop. Dat ja. als er een trekker met gaat doen, dat ik dan zo nu dan even een, dat ding op de spatbord zet of op een neus zet van gasten die met doen. Oh, bijvoorbeeld ja. als Marvin zegt, ja joh, doe bij mij, gewoon bij mij, doe maar op de neus van een fitie. En dat ik dan Marvin even film van begin tot einde. In de vlog van de farming, van de trekker-trek van Ameland. Hoe vies je die, Marvin? Vies dat een leuk idee? Maar dan moet er niet op een roeste stukje plak van. De fitie is niet roesten. Oh, nee, maar dan komt er straks voor de sleepvouw, dan is die GoPro kwijt. Ja, dat wel. Ja, dat sleept zo volle acties. Ja hoor, dat is goed, kijk. Marvin, kijk, mooi. Nou, waar mag ik dat ding inleveren, nee, Muus? Wat? Ja, voor mij is bij de winkels? Wacht maar even, riep maar even achter mij aan. Ik ben... Bist u door al? Ik ben bij de winkels. Ja, de triggers van de winkels. Ja. Dat nooit zo bij is. Ah, sa, maar Steven Sander, boeken. Ik denk dat toen... Ja? Nou, riep maar eens even maar. Oh, oh. Ja, stop. Oh, ja. Uit. Oh. Uit staat, of iets. Weg is er. Oh, we hebben geld. Kijk. Oh. Hey, veel plezier met hem, mooi. Ja, en ik doe zoals een trekker met hem. Waarna? Ja, dan komt die tank met hem. Oh, ik wil wel even met trekker komen. Dus dan met trekker komen? Ja, maar dan moet ik even de vent thuis brengen. Oh, doe maar hem. Dat kan nooit bij een voorzichtig in Israël. Ik neem ook klemkers mee. En zuignapkers. Ja? Maar is dat niet een leuk idee, Legend en Marvin en Badders en zo, om een vlogje te maken, dat dan, als er dan iemand mee doet, dat ik gewoon zo'n GoPro-achtig iets op een trekker zet. Ik ben voor. Of niet? Ja, ik vind dat geweldig. Dat ga ik doen. Maar dan moet er wel goed vastzitten, anders is zo'n... Ja, ik zuignap. Of iets dergelijks. Ik moet even wat van die ram-mount klem regelen en wat kniepstuivers. En zo, en dit en dat. Dat gaat helemaal goed komen. Toch? Ja, dag. Als je mij maar niet interviewt. Waarom niet, Marvin? Dat komt ook in de film. Jongen, dat maakt niks uit. Ik doe ook maar wat. Dat is juist het leuke van, vind ik. Gewoon een beetje jezelf weten en een goede dag zeggen en dit en dat. Dat zijn de mooiste filmpjes. Zo is het. Ja hoor. Nee, maar dat had ik helemaal in de kop. Dan heb ik geen filmkop voor, zeg maar. Ik ook niet. Gewoon doen. Maakt niks uit. Jongen, ieder mens is uniek. Neem dat nou voor mij, hè? Maakt echt niks uit. Ik ben ook niet pro-filming. Ik, Vanmiddag kwam Dirk binnen en ik denk... Laat maar komen. Als je haar maar goed... Ja, dat vind ik dan weer niet leuk. Maar die heb ik ook bijna niet. Maar ik wil maar zeggen, dat heb Marvin ook niet. Maar dat kijk bij Marvin en die ook niet voor hem. Ja, maar doe begunst er wel over. Dus dat zit hij wel hoog. Nee, het zit mij echt totaal niet hoog. Echt. Maar ik denk nog altijd wel aan haar. Live it. Op de Freek, ja, dan moet er even een extra klemke op, denk ik, Bram. Maar de Freek komt, denk ik, nee. Nee. Wat is dat nou? Niet op zijn evenmuur met trekbandjes? Oh, met tijripkes. Ja, ja, zo, dat kan ook. Kun je haar dan niet vergeten? Zet hem je heen. Nee. Hij kan haar niet uit het hoofd zetten. Nee, maar dat had ik wel in de kop. Dat denk ik wel een leuk idee. Iedereen doet drones en zo. We zijn een flauwekul, we moeten dichtbij. Nou, wat maar zeggen. Ja, is leuk. Dat ik er van de veur... Zet hem op, hè. En dan bat, die magneetvoet erop. Zo is het. Hoppakee, gas. Brand met het ding. Dat had ik in de kop. Leuk idee, Muus. Ik vind dat er te weinig van zulke filmpjes zijn, ze bedders. Nou, kijk. En dan doen we ook niet altijd... Maar de meeste filmpjes ben vanaf het spatbord naar voren toe. Maar je kan ook gewoon eens even een keer de camera gewoon op een neus van de chauffeur zetten.
Gewoon een voor de camera op een neus en dan richting de cabine. Zo is. Heb ik nog nooit gezien. Zo'n filmpje. Heb ik nog nooit, zei ze eerder mij maken. Het moet wel een diesel in de tank. Heb ik nog nooit eerder zou het mij maken. Ja, er moet wel een diesel in de tank. Ja. Komt er nou aan met die vent of niet? Moest een trekker, hè? Ja. Dus, anders koop ik zelf een. Nee, kom maar. Dit is de tijd nog vrij. Gaat de waterrem ook mee? Ja. Regels zijn regels. Ai. Ja. Ja, maar... Annelies Strijker. Strijker. Welkom. Nieuw abonnee. Ik denk dat we vanochtend toch wel weer poor abonnees in Biekering hebben. Denkt wel. Brian Emmis is fan van de kappenklasse. Oké, wat is dat ze aan de kappenklasse doen? Als je dan twee doet, één richting de cabine en andere richting, dan kan je ook een beetje knippen en plak. Ja, ja, dat kan ook. Dan kun je ook beter even mooi op de achterspat worden. Dan kun je ook zijn wat er op sleepdrogs. Het boek Your Tractor 1. Ja. Ja. Pat die vraagt, wat is een waterrem? Een TikTok voor Pat, want die biedt alleen nog wat dopjes binnen en flesjes. Een waterrem, eigenlijk is het een vermogenstester, is netter. En die meet het koppel, het vermogen, de pk's van de trekker. Als je die koppelt met de aftak tussen as, keurig zegt. En dan er zit een rem op die machine. En zo meet hij de pk's van de trekker. Ja, en als, ja, toch wel? Ja, je hebt gewoon een grote trommel. Die wordt in de gang gezet door de aftergas. Ja. En hydraulisch drukken wij daar een remschoen tegenaan. Ja, en die meet de koppel. Ja, kanteling van de evenaar die ertussen zit. Wij hebben inmiddels een dynamo-rem. Oh ja. Die doet het elektrisch. Ja, dat is gewoon, die vraagt gewoon heel veel stroom uit. Ja, dat is gewoon eigenlijk een hele dikke generator, een omgekeerde dynamo eigenlijk. Ja. En die ben dan wat minder onderhoudgevoelig, want de oude waterrem met die remvoerings, daar moet je niet te lang te veel pk's op zetten. Nee, dan wordt het wodder zo warm. Het wordt wodder warm en het slit wel dan, hè? Ja, klopt. Maar wij hebben dan een laptop bij en die druk je op start. Ja. En dan doet hij automatisch een programma en dan zie je de koppel krommen. En het vermogen kun je mooi uitlezen, een grafiekje. Dat heb je vast in zijn ballenbun ook gezien, achter de coulissen. Ja, dat kan. Ja, die zeker, Jan, die is nog zeker weten. Ja. Want elke wedstrijd hoort gewoon een waterrem aanwezig te zijn. Oh, John NVT die zegt dikke proot. Nee, de tactor. Let je kozen. Wat ik wel eens een keer zou kunnen doen. Leuven. Is een TikTokje te maken van een waterrem moment. Ja. En wij ook vaak voor genoeg eens een keer bij de hand. Legend, ik heb wat lek. Ik snap er niks van. Oh, hey. Bevroren? Ja, ik heb een accu weer zo, maar... Oh. Nee, ik wacht hem op die met de dingen met de melkkaar. Ik wil hem opbrengen. Maar... Waar bist u daar? Ja, bij de koiden. Ik loop hier in de koiden. Oh, er is ook een bols. Ja? Ja, dan moet de Legend erbij hebben. Een rietje Legend of was de stier zijn plezier? Pro-stok, superstok en sport, supersport valt onder de kappenklasse. Oh, dit ging hem allemaal mis. Wat is daar ook weer? Oh, wat is dit? De vierde is stuk. Daar zit geen volt, nee. Drijf met 17,5 kuub. Hoi, 10 kuub. Melk, nog. Ik zal melk aftappen. Dat kan hier leven. Hè? Koms, wat is? Oh, de bist er al. Waar kennen dat nou, hè? Ja, bij dat hokje, bij dat losse hokje, toch? Hier, toch? Ja, die moet het ergens kennen. Oh, gaat. Ik voel weer nattigheid. Volgende werktuig selecteren.
Eigen huizen. Maar ik kon, je moet het werktuig vullen. Maar waar? Binnen. Eigen huizen. Kan je er binnen doen? Oh, wat gebeurt hier? Hoeveel zit hierin dan? 50 kub doe. Hier dan? Ja, doorraaks. Wolter Bodewees. Welkom. Is dat familie van Nicky? Wat? Denkst, bijna wel. Wat of moet ik gewoon hier weten, terwijl dit hakje gewoon een vermeerdering is, dat zou kunnen. We nemen even een rondje. Max is net door de superchat! Bedankt weer voor een fantastische stream, een fijne werkweek gewenst. En nogmaals gefeliciteerd met je 50ste verjaardag. Goed gewoon. Dankjewel Mark, kerel, topper. Wat tapst u, dat band? Ja, dat bike nog niet. Legend! Wat is Legend als je broek moet? Legend! Wat moet wij? Hij mest dat moet er niet in beleksem. Dan kan er melken via het gooien. Dat denk ik wel een beetje makkelijk geworden. Wat is dat reparaat? Maak hier wat. Gras. Kijk. Ja? Hij vult dan. Oh, jij bent goed, hè, Muus. Dankjewel. Als ik jou niet had... En geen grote herabels. Ja, hier staan nog 4 tanken. Kom eens. 2, 4, 5 tanken staan hier binnen. Boze sozes. Kom eens eerst bij mis. Boze. Het eerste. Hé? Ja, dan wordt. Ah, je pauze maar, doe zo'n chat. Het is feesting een feest. Wist u dat? Die nee. Kommerkes had. Bedankt voor weer een fantastische stream, een fijne werkweek gewenst. En nogmaals gefeliciteerd met je 50ste verjaardag. Party popper, party popper, party popper, party popper. Goed gaan, duim omhoog, lichte huidskleur. Duim omhoog, lichte huidskleur. Duim omhoog, lichte huidskleur. Dankjewel, Mark, jongen. Topper. Dankjewel. En Paulus mij ook. Is het feest? Ik heb feest. Ja. Maar... Superchat! Superchat! Ogen IST feest. Ik heur feest, feestend gezicht, feestend gezicht, feestend gezicht, feestend gezicht, feestend gezicht, feestend gezicht. Dankjewel, Paulus. Dikke hype voor jullie. Is toen dit scherm ook eerder zien, hè, Muus? Is die actief? Herman. Dit is een... Herman! Herbert! Ja, Koenennamen. Ja, maar dat is niet live. Nee, klopt. Jammer. Ik mis de kans. 3,7, dat is allemaal... Dan komen we hier niet meer uit? Nee, dat, ik denk dat we even chat moeten. Oh, ik ben eruit kroop. Oh, dat is kroop. Ja, tuurlijk. Er komt samen met kop tegen dingen. Ja. Waar moet ik dit heen brengen? Ik moest even kijken. Oh, ik repel steltje hier bij die dynamo. Ja. Hoeveel melk bij de boerenmarkt, bij de zuivel. Ja. No. Locatie Mekaaien. Ik kan straks zo'n vrachtje doen. Eentje toerukken. Nou, we hebben even de tijd. Ik lees de chat nog even. Doe maar even. Randy, die zegt laatst een filmpje gezien van een vermogenstest van de 4,5 ton Supersport. Daar schroeven ze de testen gewoon op de steekgassen. Klopt. Ja, omdat ze geen aftercars hebben. Hè? Nou, maar zoveel vermogen kan een aftercarspakketje ook niet houden. Dus dat doen ze met een hakselaar ook. Dan schuiven ze dynamo-testers op de assen. Ja. Daar heb ik een keer bij de Kronenfabriek in Spellen gezien. En ze gewoon 4 dynamo-testers op elke as. Stomp 1. Ja, precies. En daar gaat er om weg. Kom je niet bij op met de enders? Nee? Of hak er gewoon onder de deur, maar... Oh, dat kan ik nog wel weten. Wat? Hij komt er wel bij omhoog, ja. Ja, 6. Oh, die ligt al op bij. Gelukkig toch melkgeld. Was er al bang voor. Moor een kleine bijdroeitje voor een tweede GoPro. Wil oké wel zien hoe Gritter de boon overgeit. Niet alleen hoe hij zichzelf op zit te vreten in de cabine. Dankjewel, Legend. Topper. Gelukkig toch een melkgeld. Ik was er al bang voor. Maar een kleine bijdroeitje voor een tweede GoPro. Wil ook wel even zien hoe Gritter de boon overgeit. Niet alleen hoe hij zichzelf op zit te vreten in de cabine.
Mooi, nou, dan is dat idee, dan gaat dat door. Gaan we doen. Dat is leuk. Maar we zitten nou. Nou, dat heb ik wel het idee. Dat wordt wel leuk, denk ik. Moet wel even tijdig even dat beugeltje de rij regelen in dit en dat. Kom ik wel nou op het goede pad? Niet door de sloot, hè, want dan moet Chris met de telekron komen. Over de smalle padjes is dat niet te doen, natuurlijk. Dit is wel een legendarisch padje, hè? Ja? Ja, prachtig. Ja, ik vind het ook mooi, dit. Mooi omgevings. Ze moeten nou wel, we moeten wel even een hekkelmachine hebben, want nou ja, die sloot die staan natuurlijk tot chock vol. Ja. Hebben gefeliciteerd, Christian, dankjewel. Oh, dan moet er weer bebulden mogen. Oh, dan zakt hij weer onderuit. Oh. Helemaal onderuit. Oh, niet. Kom ik er wel? Ja? Ja, dit is het pad. Hier moet je langs. Oh. Kill mijn pad. Rustig door die bochten, hè. Oeh, nou ruggel ik naar beneden met mijn dreuge rem. Oeh. Nee. De vijf die ruik ik hier van die trommels. Oh, Pieter Veening. Oh, die gaan we ook filmen. Oh, dat vindt Pieter leuk. Dat vindt hij leuk, ben ik zeker. Pieter, die heb ik vanmiddag nog zien op een crossmotor. Was er in het Muisland bij Boerenaker. Hoe oud is Lutje Pieter nou? 16. Heb je dan erin bewees? Nee, maar maakt dat uit. Nee, weet ik niet. Bij hem niet, maar... Nou, bij pap ook niet, hoor. Nee, maar ze met doen maar wel. Ja, nee, maar dat doet Pieter niet. Ik weet niet of Pieter zien op de kruisel, hè. Ik voel me 25, Christian, met 25 jaar ervaring. Zo moet je zien, toch? Is er al? Oh, bijna! Ja! Ja! Oh, ik kijk hem hoeveel geld we hebben hark met die darig kuub melk. Heb je van de rest welke trekker trek Ameland? Geld, jongens. Ja, we gaan naar Ameland. Ik ga dus denk ik filmen. Ik ga er één dag zijn. Denk me. Rolf X. Zwetsers heeft ook al plak. Die is ook het hele weekend door. Kijk. Rolf X. Zwetsers. Nou, dat zeg je niet over je collega. Ja, hij weet hoe ik over hem denk. Oh, dan mag dat. Dan wordt het geurloofd. Ja, het is geurloofd. Dit geld ruugel wel lekker. Gaat mooi. Bam! 66.000. 2 euro de liter, Emus. Oh, nog een vraag? En beloning om gegevenscore. Zo vinnig. Bijna 70.000 euro ben haakt. Wij doen gewoon nog één vraag, omdat het toch een bijzondere stream weer is, jongens. Zo is het. En dan... Moet zo rustig in. Geen ongeluk. Ja, maar dan kom je nou niet een overuur nog met de shovel nog tegemoet. Nee. Nee, ken ik mijn bonnetjes van de overuur nemen, maar één declareert straat. Ja, maar dan komt er geen GoPro meer. Ja, dat ken je, hè? Hey, mis gefeliciteerd met je 50ste verjaardag. Bedankt voor weer een topstream en veel werkplezier de nieuwe week. Dankjewel, Marco. Bart Huibrecht. Allard Smit, welkom bij Emus & Co. Weer een nieuw abonnee. Nou. Ga mooi. Ja, die Dergemaas. Ja, nee, Klaas Maarten Wieringa. Eigenlijk wel. Hier Thomas. Uit. Ja. Nou leeg, dan jacht er weer aan het zwaaien. Legend. Oh, ik doe hem net of ik bezig ben. Is alles onder dak? Oh nee, verrekker staat hij nou. Oh, die doet het al niet meer. Oh, dit is het mooiste padje van de map, Mike. Ja? Mike, ja, van Mike, van Northeast Mark. Machtig. Vermaakjes wat morgen, weer trukken, Marvin, een goede reis. Nog even de nest al miljoen op tellen van die hele daaf doe. Ko, Annick is vandaag bevallen van een zoon, zeg Jim. Ja, dat hebben we net verteld. Ik heb dat
ik heb dat Demus onder het, vanmiddag onder de koffie mededeeld. Ja. Gerion. Gefeliciteerd, ome Jim. Ja, ome Jim. Ja. Zou Dirk Bosje nou ook zien? Kijk, zal Dirk Bosje nou ook kijken? Ja, dat weet ik. Nou, misschien ligt er al wel achter de vrommers. Hier, nu komt een site voorbij dat je doorlangs zo je eventueel een leuk misje kan bestellen. Als je dat wil, hè? Kennen en maken en veroorloven en alles erop en eraan. Oh, kijk, de gras dat groeit alweer even nu zo. Het is alweer bijna twee bibsjes hoog. Oh, kijk. Kijk eens. Het komt er alweer uit. Oh, keurig. Ik zie het. Dan moet dan moet eerst kalk op de volgende week. Eet mijn agenda zetten. Ja, schrijf maar even op. Schrijf maar een prikbord. Ja? Ja. Prikbord. We gaan volgende week ook even het land komen, want dan komt de deel dan naar ons toe. Ja. Ja, klaar. Nee. Wij moeten dat investeren, direct. Dan hebben we een land gekocht en dan gaan we straks mais hakselen, zonder hakselen. Hoe wil je dat doen? Oh ja, dan hebben we... Dan moeten we wel ja, mee. Nee, daar hebben we ook wel in. Natuurlijk. Ja. Ik heb nog nooit zoiets eerder mij maken. Nee. Ja, ik heb nog nooit eerder zoiets mij maken. Oh, live. Is nog geen tijd, dat moet vat me zijn. Weet ik niet, misschien is hij er wel niet. Nee. Maar het filmpje achterlaten, hè? Kijk. Oh! Wat is er? Meer milks. Nee, hem is nice. 50 kubus of zo zat erin. 19, ja. Ja, maar dat is... Ik breng het nog even voor. Doe maar even. Oh, vraag je wel. Nou, ik ken er ook wel makkelijk bij de bulden, maar jaren. Ik kom de bocht niet eens op. Nee, hoe ken dat, nee. Ik doe de deur niet helemaal dicht. Doe maar. Ik rijd dit nog even voor. Ja. Ik ga de robot nog even schoonmaken. Zal er geen kou in, hoe ken het, hè? Gefeliciteerd, 20 jaar geworden, zegt Stef. Jazeker. Met 30 jaar ervaring. Hè? Huh? Met 30 jaar ervaring. Oh, goed beest. Even weer te krabben aan mijn bocht. Hé, mus. Moest ook echt van omkijken, ja, ik weet het. Hey, Ben. Oh ja, dit is die oude koeienschuur. Er is toch geen kou meer in? Ik heb een grotere tank achter me dan dat ik denk. Ja, daar ben je niet gewend natuurlijk. Nee, ik heb nooit zo groot. Zo groot. Vind je het mooi met dik spul erin? Ja, niks mis. Maar, Oh, hier staat een waterkraan, nee, Muus. Waar staat nu de waterkraan? Hia, hia, ho. Hia, hia, ho. En een waterkraan, hier. En een waterkraan, daar. Hier een waterkraan, daar een waterkraan. Oh, een waterkraan. Hia, hia, ho. Oh, hier is het drinkbakje op de andere kant. Oh, dat hebben ze heel mooi gemaakt. Zeker weten. Dikke tip, top tip. Waar komen jullie toch vandaan? Uit de waterkraan. Van tante Sjaan. Nee. Vader Abraham was ook 50, hè, toen. Ja? Van de Smurfs? Van het Smurfenlied. Waar komen jullie toch vandaan? Sjaan. Wat hebben jullie daar gereden? Niet te eten. Ja la 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 la. Noah Wamens nou wel een keer kloor niet, met Wietse leeftijd moet je niet te lood op drie keer erover om te druppelen aan.
Dus hup o afsluiten en op nust. Mensen, bedankt voor de positieve belangstelling. Mooi. Oh, maar dit is toch een schaap van een kerel. Oh, de legend. Norman Swart Museum. Het is nou wel een keer kloor niet. Met deze leeftijd moet je niet te loren op nust. Minimaal 3 keer eraf om te druppelen. Dus hup o afsluiten en op nust. Mensen, bedankt voor de positieve belangstelling. Mooi. Dankjewel, Legend. Wij sluiten af. Ja, zo is het. Ga je de land kocht? Bart, ik denk dat het niet deur, maar... Zuck. Ik heb met een hoekje achter de loods heb ik kocht. Ja? Achter Kaapschuur. Die kwam te koop. Ik denk, buurman slaan hem 1 keer te koop. Dus dat tarwe en nou, dat komt weer goed uit voor de stro en alles. Nou, wat wil je nou meer? Ah, jongen, die jongen met dag, dan komt die dingers voorbij. Dat geld komt allemaal vrij van vergisteren en zo. Dat komt allemaal zo op deel. Hoe komen jullie daar dan in? Vieren van oma Wim. Oh, Bert, ja. Lekker slapen, jongen. De Frommers gaat ook alweer. Lieve. Oh, die Bert, wat een man, hè. Wat een man. Ben er weinig, Ko. Oh, sorry, die bult was niet of die even was. Het mooie van de week hem. Huh? Oh, dat best nog maar net op melkfabriek. Nou, hij zit wel weer op 4 ton. Nou, dan raak de loor van Ko. Weer 40 rukken gewoon op konto, hè? Bam. Heb ik net het land verkocht. Kunnen we gewoon een extra loon kopen, ja? En muis. Ja, machtig. Okay. Ik kom ernaar, Ko. Rustig. Misschien alsjeblieft, hè, man. Zal ik het hier maar daar wat doen? Nee. Hey. Dan beginnen we volgende week. Ja. Dan wat liep weer goed. Nou, doe maar even door de nacht heen. Dan ben ik maar vroeg mooi thuis. Dat wordt me zeggen. Het is wel laat, man. Ja, maar dat... Het is daar op 0, namelijk. Oh, dit doen we de verkeerde knopje. Achtens. Ja. Dat gaat mooi, Ko. Ik doe... Dat wil niet. Ik kan... Ik ben Atmens. Waarom wil die niet, hè? Bye. Jij hebt het nu gedaan. Heb ik nog, ja. Ja, ik kijk heel vreemd. Ik druk op 8 en dat doet niet. Doe niet wat. Opa Emus voor president. John. John. Uit van toepassing. Oh, meer licht heb ik niet in die old dragon. Oh, die kerstjes. Kom jij eraan, Emus? Cruise control en meegedrukt worden, dan ben je zo weer thuis, Emus. Echt NJ ja. Van de rest. Dit is vol gas al. Helm punt. Ja, punt. Oh, er is alleen maar geld van de rekening af, gewoon, helaas. Emus, wat is vervelender dan winterteen? Sneeuwbal. Om slaapzak. Ja. Heb ik ook wel eens aan. Ik ook wel. Waar ik erop zit. Hold op. Oh, jongen. Kijk, wat alweer mooi weer. Oh. Zullen we de server niet op pauze zetten, dat we nog een week... Ja, maar dan kan Legend vol aan de bak en helemaal voeten meer. Ja, maar dat is ook een bende hier, hè? Ja, dat weet ik ook wel, ja. Dacht u? Nice. Oeh, ik ga dat kram op. Nee, jawel! Hé, hey, de voerautomaat gaat er weer los. Mooi, hè? Mooi gezicht, joh. Dan moet er de volgende keer niet alleen met hooi hebben in de bak gooien. Nou. Dat is er allemaal deur.
Oh, die hebben we nog genoeg. Jongens, we ben er. We stappen er met weer van de ogen. Zo, hoi Gil. Arjen Paulusma! Ja, jong. Zonder gekheid, Eetmuske, onwijs gefeliciteerd met je verjaardag. Dat er nog vele mogen volgen. Leuk om de alle jaren van Eetmuske nog steeds die passie te zien verschijnen op zondag. Dankjewel, Arjen. Mr. Alving, wat best? Nee, die is er niet. Nooit. Zonder gekheid, één Huske, onwijs gefeliciteerd met je verjaardag, dat er nog vele mogen volgen. Leuk om na alle jaren van één Huske nog steeds die passie te zien verschijnen op zondag. Super, jongen. Dankjewel. Kom, we stappen met. Ja, kom maar naar. En dan ga je toen met de hand dat bij je film. Dat is ook ja, leuk, hè? Wat moet ik anders mee doen? Gewoon met een shovel of zo. Dit is toch ook... Ik heb toch net zo'n goede dingen wel uitzetten. Het is toch geen farming meer? Nee, dat is het. Gewoon met een shovel of zo. Mogen morgen de rest maar even terugkijken. Nou, even stoppen met Chris, joh. Oh ja, doe best lood op insprong. Nog gefeliciteerd met je dochter, Christian. Is ook zo. Go, kom hier, joh. Kom maar aan. Wat bis? Ik ben hier bij trekkers. Outdoor business. Matthijs. Gefeliciteerd. Dikke superchats. Zo, ik heb de 50 ook van pad af. Goed zo. We hebben gewoon snel op naar 51 natuurlijk. Bert, die zegt nog even dank, maar voor weer een machtige avond. Ik heb genoten. Bert, wij hebben ook van jou genoten, jongen. Ja. Al die lekkere, warme knuffels van je. Krijg je een 50. Die 50-symbooltje gebruik hem nou nog maar, want die heeft de volgende week uur. Oh, wat kriek me door voor... Ja, dat weet ik niet, maar dit niet. Oh, nee, jammer, dan is jammer, klaar, jammer, 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 jammer. We zitten maar weer in wet February. Klopt. De macht weer. De macht weer, jongens. Dat kunnen we nou zeggen. Ja. Oh, nee. Superchat! Gefeliciteerd, Didi. Didi. Dankjewel, Matthijs. Topper. Ja, gebruik hem nog maar even, jongens. Spam hem nog even in de chat. Zo. Jongens. Go. Doe echt het ene laatste woord. Gelukkig. Ik vond het een hele mooie live uitvoering. Leuk ook van de Jelle en de Legend natuurlijk. Dat ze ook nog in ons geoorloofd kwamen storen. Met een heel mooi filmpje. Super gegaan. Ja, echt waar. Mooie aanvulling. Echt waar, jongens. Ik was er stil van. Ik vond het... Prachtig, machtig filmpje, jongens. Iedereen die daar aan meegeholpen heeft. Fantastisch, dankjewel. Jelle ook voor Timo Cosette en Annemiek vanzelf ook. Kijk, William maar... Polling. Wie? Polling, Udeel. Ja, ik ben toch met mijn eindprot bezig. Sorry. Nou, bovenaan. Jongens, iedereen die aan het filmpje meedoen heeft. Geweldig, dankjewel. Iedereen in de chat, al die felicitaties van links, rechts. Ook op Insta die felicitaties. Op Facebook, op welke manier en welke kant ook maar weer. Overal kwamen felicitaties weg. Fantastisch. Ik heb nou wel deurs een beetje dat ik 50 geworden ben, jongens. Hoor. Ongelooflijk. De lokale bakker en slager ben zo'n beetje leeggeroofd. Van al die lekkere cadeaus die ik kreeg met pakketten en gebak en dit en dat. Het was fantastisch. Feestje ook van genoten. Prachtig weekend. Geweldig. En dan ook nog dit mooie filmpje hier in de stream. Vanmiddag ook nog Dirk Bosje met spul hier zo. Ja. Nou. Wat een weekend, mensen. Gigantisch. Iedereen, mensen. We gaan komende week gewoon Eetmuus en Reetmuus even wat leuks opnemen, denk ik.
En volgende week zondag ben we gewoon weer live. Hier zo bij Eemuus en Co. Mensen, iedereen, hartstikke bedankt voor alles. En tot de volgende keer. Mooi weer. Mooi.